Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe video van Dutch Generation X. Het enige, het eerste, het is ook het beste Nederlandstalige wrestling kanaal op YouTube. Ik ben Luc en ik heb hier naast me, fysiek naast me, want ik kan hem niet aanraken. Ik heb Victor, hoi Victor. Hallo. En Brian die is op Skype, hoi Brian. Hallo. Hallo. Vandaag de Wrestling Observer Newsletter Awards. Gaan met z'n drieën bespreken. We hebben allemaal er ontzettend hard over nagedacht, buiten Brian. De Wrestling Observer Newsletter Awards worden altijd uitgebracht door Dave Meltzer en Brian Alvarez. Dat is al zo'n 30 jaar lang is dat al gaande en ieder jaar weer is het voor mij ontzettend spannend wie er gaat winnen. En wij gaan nu zeg maar, bespreken waarvan wij vinden wie er moet winnen. Laten we bij het begin beginnen. Wrestler of the Year. Ikzelf, ik heb op nummer 1 heb ik AJ Styles. Want voor mij is Wrestler of the Year, dat betekent gewoon dat je het beste jaar hebt gehad in wrestling. En er is niemand die een beter jaar heeft gehad dan AJ. Die begon het jaar bij TNA, die is toen weggegaan. Die heeft zich bij New Japan aangesloten uiteindelijk, bij Ring of Honor. Die heeft geweldige matches overal gehad waar hij was. Hij heeft van zichzelf een echte star gemaakt in New Japan, waar hij eerst een beetje moeite had zich met die stijl te mengen. Maar nu is het echt gewoon totaal. Hij kan met iedereen mee nu. Ja, voor mij is hij gewoon de Wrestler of the Year. Op 2 heb ik Sami Zayn. Dat is misschien wel een verrassing. Maar voor mij Sami Zayn is het beste wat NXT te bieden heeft op het moment. Het beste wat WWE te bieden heeft in het algemeen. Buiten Daniel Bryan. Maar Sami Zayn die heeft een fantastisch jaar gehad. Als je kijkt naar al zijn performances op de major shows van NXT. Dus tegen Cesaro, tegen Tyler Breeze in die Fatal 4-Way. Tegen Neville aan het einde van het jaar. Ja, Sami Zayn heeft gewoon alles wat je zoekt in een wrestler, vind ik. Op nummer 3 heb ik Tomohiro Ishii. Ishii die heeft veruit de beste matches gehad dit jaar. Hij heeft echt een geweldig jaar gehad. Gewoon op iedere show waar hij was, stilde hij, zal hij de show. En altijd super vette matches. Voor mij is Ishii een van de beste wrestlers op het moment. Niet zozeer omdat hij echt een goede wrestler is, maar gewoon zijn hele performance. Het is gewoon insane hoe goed hij is. Dat was voor mij top 3. Victor, wat is jouw top 3? Mijn top 3. Ik begin liever onderaan bij 3. Op 3 heb ik Sami Zayn. Ja? Eigenlijk wel om dezelfde reden die jij al gaf, Luc. Ik hou ervan om naar Sami Zayn te kijken. Ik denk dat hij, misschien dat ik op de zaken vooruit loop in deze review, maar toch wel de beste match van in het WWE-jaar heb gehad. Ik kijk alleen WWE. En voor de rest, ja, ik ben benieuwd wat 2015 voor hem gaat brengen. Of hij naar de main roster komt en wat hij dan gaat doen. Hopelijk geen Bo Dallas. Op 2 heb ik... ja, hopen mag. Op 2 heb ik Seth Rollins. Die heeft Luc niet genoemd. Nee. Ik denk dat als ik naar Seth Rollins kijk over het algemeen jaar heen, vanaf de Shield naar de sell-out guy en nu Mr. Money in the Bank met Authority, denk ik echt dat Seth Rollins een van de beste jaren heeft gehad die hij zou kunnen wensen. Ik denk dat hij van de 3 Shield members het beste jaar heeft gehad. En Dean Ambrose heeft ook een goed jaar gehad, maar er zaten toch mindere dingen tussen. Voornamelijk zijn feud met Bray Wyatt, wat echt tegenviel in mijn ogen. En daarom staat hij ook niet in dit lijstje. Ja, ik vind Seth Rollins als voor mij wel een goede honorable mention. Hij is wel echt... Ik vind het niet gek dat je hem kiest eigenlijk. Want hij is wel de meest getalenteerde van de Shield. Ja, en ik denk ook dat hij het meest tegemoet gaat volgend jaar nog. Ja. Ik denk dat hij echt wel nog wel goed jaar gaat hebben. Hij staat in de fucking ring met Brock Lesnar. Ja. Ja, en dan moet WrestleMania nog komen. Ja. Dus hij heeft nu al een goede start. Dus ik hoop dat er meer gaat komen. Ja. Ja, en dan heb ik toch Daniel Bryan. Ook al heeft hij toch zo'n kort jaar gehad. Maar die 5 maanden, 5, 6 maanden dat hij er geweest is. Nou, 4. 4, 5 actieve maanden. 4 maanden, nee, want het begin mei ging hij weg. Ja, misschien wel zitten gedaan. Ja, dat was begin mei. Dus goed, oké. Nou, tot mei heeft hij toch in mijn ogen echt een goed jaar gehad. Absoluut. Ik denk 2, 3 echt outstanding matches.
dan ook nog echt gewoon een goede match neerzetten tegen Kane, wat ook af en toe best moeilijk kan zijn. Dus echt al mijn lof voor Brian en ben ook echt blij dat hij terug is. Ja, dat is het voor mij. Ik kan niet iemand wrestler of the year noemen als hij er maar 5 maanden is geweest. Maar ik weet hoe goed hij ook was. Want natuurlijk is Daniel Bryan een geweldige wrestler. Maar 5 maanden is voor mij niet genoeg om een wrestler of the year te noemen. En als je het hele jaar het volgehouden, absoluut. Als je wrestler of the year geweest, dan heb ik geen twijfel over. Nee. Maar goed, ja, ik kan hem niet wrestler of the year noemen. Dan zou ik eerder Sami Zayn of Seth Rollins. Brian! Ja. Ja, zeg het eens, meneertje, ik heb me zo goed voorbereid. Nou, ik heb een top 3 hoor. Oké, wat is je top 3? Op nummer 3 heb ik iemand die beide van jullie nog niet heeft opgenoemd. En dat is Brock Lesnar. Brock Lesnar? Brock ja. Lesnar? Ja. Ah, oké. Okay. Nee. Niet eens over nagedacht. Nee, goeie. Oké. Okay. Nou, ik wou hem niet op nummer 1 zetten, omdat het is toch dat hij maar een paar matches heeft gehad. Ja. Maar de impact die hij heeft nagelaten dit jaar is ontzettend hoog. Zo. En gewoon hoe hij dit jaar het heeft allemaal gemaakt, zeg maar. Dat is gewoon niet om te beschrijven. Want hij heeft niet veel dingen gedaan, maar alles wat hij gedaan heeft, dat was met impact, met controversy en gewoon, hij heeft gewoon epic matches ook gehad, dus. Ja, en ook waarschijnlijk de grootste star power buiten China van. Ja, dat ook. Het begon met de Big Show Royal Rumble. Maar dat was niet echt een goede match, maar gewoon, hij heeft hem wel gewoon helemaal kapot geslagen. En die F5 was ook gewoon vet. Maar het gaat meer om de streak verbreken op WrestleMania. Dat blijft voor mij nog steeds de beste keuze dat Lesnar het was. Maakt niet uit wat de rest allemaal zegt. Ja, dat is een andere discussie. Ja, dat is een andere discussie, dus laten we dat zo houden. Maar ik vind Lesnar nog steeds de beste keuze. En ik vind hoe die match ging, vind ik ook eigenlijk best gewoon goed gedaan, zeg maar. Want achteraf hadden we nog een keer gekeken, die match. En het was gewoon Undertaker die werd gewoon in elkaar geslagen door Brock Lesnar. En dat vind ik zo. Dat vind ik gewoon goed gedaan van als je gewoon de streak wilt verbreken. Ja, dat betekent zoveel dan. Het teken was gewoon helemaal uitgeput en die wist niet waar hij was en dat soort dingen. En dan gaat hij naar SummerSlam toe, verslaat die Cena in een kwartier met 16 German suplexes en 2 R5's zonder enige echte momentum van Cena, behalve dan een paar STF's. Ja. En dat vind ik ook echt geweldig gedaan hoe dat weer gedaan heeft. Maar ook gewoon Lesnar die dat gewoon echt heel geloofwaardig kunnen overbrengen. Ja. Dat is ook aan zijn deel ook een pluspunt. Plus, zijn title reign. Ik heb er wel mixed feelings over. Ik vind het wel jammer dat hij niet altijd is, maar het maakt het juist ontzettend leuker als hij er eindelijk weer is. Want dan ben je gewoon hyped en dan komt hij aan en maakt iemand kapot of zo, vergeet hij een R5 van iemand of zo en dat soort dingen. Dus ik vind het gewoon. Gewoon Lesnar vind ik het leukste op dit moment aan WWE. Oké, okay, ja. Dus ja. Daarom ook. En plus al dat geheel in zijn jaar vind ik hem daarom nummer 3 op mijn WrestleMania. Nou, dat had ik niet zien aankomen. Nee, ik ook niet. Nee. Okay. Dan weten we dat je best wel een Brock Lesnar guy bent. Het kon nummer 1 zijn, maar nee, dat doe ik niet. Nee, ik ben het wel mee eens. Ik denk dat hij wel iemand is die in dat lijstje kan, ja. Ik zou het ook als een honorable mention zien. In mijn geval. Ik heb er namelijk echt niet over nagedacht. Nee, maar ik denk dat dat puur ook gewoon komt omdat hij zo weinig was. Ja. Dat ik er gewoon overheen gekeken heb. Nummer 2, dat ga ik toch met Luke mee. Tomohiro Ishii. Oké. Ik ben begin dit jaar pas gaan volgen met New Japan Pro Wrestling. Dus ik heb alles van dit jaar wel gezien. Ja. En Ishii is de gast waar ik echt van dag van, oké, New Japan is fucking vet. Ja, dat weet ik nog. Ja, bij de review die je had van de New Beginning toen je tegen Naito ging. Ja, in die review zei je van, wat is New Japan vet? Ja. Hij had de eerste match van New Japan, want er zijn genoeg matches geweest die vet waren, maar hij had de eerste match, was tegen Naito. En waarvan dacht van, holy shit, dit is echt gewoon, New Japan is gewoon vet. En dankzij hem ben ik echt gewoon nog blijven gaan volgen. En door de jaren heen heeft hij zoveel verschrikkelijke awesome matches gehad.
allemaal echt dicht bij de 5-star quality, 4,5 ja. meestal. Ja, ja. Dus ja, ik heb echt genoten van hem. Gewoon, ja, gewoon een fantastisch jaar gehad voor Tomohiro Ishii. Ja, absoluut. En nummer 1. Nummer 1, nou ben ik benieuwd. Dan, die had ik al ook al in gedachten. En toen kwam Luc ermee. Toen zei ik van, ja, AJ Styles. AJ Styles, ja. Ja, die had ik al in gedachten en dacht van, ja, heeft toch Luc gelijk in. Want AJ Styles, die verliet TNA op een manier van waar je denkt, dat is niet echt positief. Want het was iets met contract of zo. En dan had hij nog steeds een championship en dat soort dingen. En dan, dus dat was niet echt zo heel, heel leuk voor AJ Styles. Nee. Maar dan gaat hij New Japan in. En ROH. En maar dan heeft hij dat hele hype eromheen. Hij had hype eromheen. En dan komt hij ook waar, zeg maar. Hij gaat naar New Japan, wint meteen de title. En dan is hij meteen in de spotlight. En dat vind ik heel, heel mooi. Dat hij meteen de spotlight inging. Ja. Goede matches had, zeg maar, ja, tegen Okada. Een kick-ass G1. Ja, dat ook. Tegen Okada, tegen Tanahashi en allemaal vette matches. Ja. En door de jaren heen gewoon had hij die hype, zeg maar, gewoon omdat hij TNA verliet. Dus dat speelt ook een beetje mee waarmee Wrestler of the Year is. Ja. En ja, dus voor de rest heb ik niks echt te zeggen over AJ Styles. Het is gewoon een awesome talent gewoon. Het is de eerste keer dat AJ Styles hem wint, maar dat zou je niet zeggen aangezien zijn prime weg bij TNA wel, zeg maar, die eerste paar jaren bij TNA. Maar nu voel je echt dat hij is doorgebroken. Nu pas. Ja, nu pas. Dat bedoel ik met gewoon de hele hype eromheen gaan. Ja, ik heb sinds kort New Japan gezien. Dus ik heb in ieder geval een gezicht bij de mensen die het nu zeggen. Maar oh, ja. Ik kan me best wel voorstellen wat je bedoelt hoor. Ik bedoel, ik heb één match van hem gezien nu. Maar als dat altijd zo goed gaat, dan kan ik me best voorstellen waarom die best wel. Ja, hij heeft veel betere matches gehad dit jaar. Dan die match tegen Naito op Wrestle Kingdom. Maar alsnog een goede match. Absoluut. Goed, dat was de beste wrestler van het jaar. Officieel doet Wrestling Observer News en doen ook MMA Most Valuable Fighter. Maar ja, we kijken alle drie geen MMA, dus die slaan mooi op. Hè. Tenzij Brian hier ook Brock Lesnar wil nomineren. Maar goed, die hebben we niet. Brian, ben je er nog? Ja. Ja, hallo. Oh, ja, je bent er. Oh, je bleef. Ja, jullie, ik weet niet, wie is vast van? Okay. Ja, dat gebeurt niet. Oké. Most Outstanding Wrestler. Ja, dit kun je op meerdere manieren opvatten. Ik zie het als degene met de beste matches. En nu mag Victor beginnen. Ach, wat leuk, wat leuk. Ik ga gewoon weer vanaf 3. Ja. Op 3 heb ik Dean Ambrose. Dean Ambrose, ja? Ja, ik kijk natuurlijk alleen met WWE en misschien is mijn perceptie een beetje raar. Maar ik heb toch Dean Ambrose op 3, omdat ik denk dat, vanaf Royal Rumble, gewoon WrestleMania, en de Elimination Chamber ertussen, hè, tegen de Shield, tegen de Wyatt Family, sorry. En dan WrestleMania en dan vanaf de Evolution matches en de matches tegen Seth Rollins en in principe. Hoewel de feud tussen Dean Ambrose en Bray Wyatt mij teleurstelde, kon ik wel gewoon leuk kijken naar de matches. Hoewel het veel te veel gedaan is, ook op weeklies en weet ik wat allemaal. Het waren wel singles matches op weeklies en weet ik wat. Waren het wel gewoon steeds leuke matches. En ik denk dat Dean Ambrose echt best wel wat goeds kan gaan doen dit aankomen. Ja. Okay. Op 2 heb ik Bray Wyatt. Bray Wyatt? Ja. Oké, dat is jouw mening. Dat je mij uitlacht. Leg maar uit. Leg maar uit. Kan echt goed. Kan ik je nog overtuigen? Ja. Nee, maar ik wil weten waar je mee dat ik vind dat omdat ik denk, Bray Wyatt heeft een goed jaar gehad. Als je kijkt naar matches specifiek. Begin het met Royal Rumble tegen Daniel Bryan, een goede match. En dan tegen Cena, een goede match op WrestleMania. Dan een heel wat mindere Steel Cage match op Extreme Rules. En vervolgens die Last Man Standing, die echt een van de top matches was van dit jaar. Tegen Cena. En dan vervolgens tegen Jericho, wat ook in het begin tegenviel, maar dat
Ja, ik begin tegenviel, maar dat trokken ze wel weer een beetje recht. Niet heel erg. Het zijn geen uitstekende matches. Totaal niet, maar het is geen super matches geworden zoals de meesten misschien gedacht hadden tegen Jericho. Mm-hmm. Vervolgens 2 maanden niks. Dan zijn terugkomst bij Hell in the Cell, wat ik echt fucking fantastisch vond. Mark-out moment voor mij, maar ik ben ook een huge Bray Wyatt fan. Dus misschien beïnvloedt mij dat hoor. Dat verklaart een hoop, denk ik. Ja, je kan er niet omheen, joh. Brian is een Brock Lesnar guy, ik ben een Bray Wyatt guy. Ja. En nu dan ook even niks, maar toch weer steeds die huge winst tegen Dean Ambrose, die ook best een top face is, of top midcard face. Wie wil ik niet interpreteren, denk ik? Ja. Een van de echte topfaces, ja, ja. Dean Ambrose. Toch wel steeds clean, soort van clean wins. Ja, af en toe van die dingen tussen waarvan je denkt, waarom? Maar waar je nu naar kijkt is of hij heeft gewonnen. Maar als hij invloed had als hij had verloren. Nee. Dus, maar het gaat om de matches die hij met zeiden zelf over Ambrose tegen Wyatt. Het zijn voor mij wel steeds entertaining matches. Ja, ja. Nee, okay. Al is het te veel gedaan, het haalde niet weg van dat het goede matches waren. Okay. Solid goede matches. Oké, prima. Wie is je 1? 1 is Seth Rollins. Seth Rollins, oké. Seth Rollins heb ik op 1. En dat is bijna hetzelfde waarom die op 2 staat bij Wrestle of the Year. Naast het feit dat hij gewoon een goed jaar heeft gehad, heeft hij ook gewoon kick-ass matches gehad. Als je kijkt naar Ambrose, zijn feud met Ambrose is echt fucking goede feud. En gewoon ook tegen Cena zet hij in principe goede matches neer, behalve op DLC, dat was echt verschrikkelijk, die tables match. Maar naast dat, de Hell in a Cell match was echt een van de beste Hell in a Cell matches in tijden. Gewoon ook de losse matches tegen Dolph Ziggler, wat ook gewoon 3-star matches zijn elke keer. Als gewoon op een SmackDown worden, gewoon los. De Money in the Bank winnen, ja. Ik denk dat Seth Rollins nog heel veel goede matches gaat bevolgen. Oké, ik heb geen van die 3 heb ik in mijn lijstje, maar ik wil graag horen wat Brian zijn top 3 is voor Most Outstanding Wrestler. Mag ik alleen 1, want ik heb hier echt een top 3. Want ik heb er 1 die echt uitsteekt en de rest is gewoon allemaal even goed, zeg maar. Dus nee, niet zeg gewoon mijn nummer 1, nee, niet Lesnar, niks. Nee, ik weet die 1 is. Nee, nummer 1, Outstanding Wrestler ga ik voor Tommy Hiddleston. Ja. Gewoon, ik heb het net al uitgelegd, gewoon door het hele jaar door gewoon epic matches, awesome matches, fantastische matches. En ja, dat is gewoon hoe die gast gewoon die matches ook gewoon maakt, gewoon van dat, gewoon al die stiff shots, al die headbutts, al die kicks, al die chops, dat is echt gewoon vet, gewoon dat is echt gewoon iets waar ik echt naar uitkijk elke keer als hij een match heeft gewoon. Ja. En dat telt ook. Ja, ik denk dat is zo. Er is geen kwestie over mogelijk dat EC hem ook gaat winnen. Ik zie dat echt gebeuren. Maar ja, ik heb ook EC heb ik op 1. Dat wist ik al in juni, wist ik al dat ik hem op 1 ging zetten. Want het is gewoon zo bizar. Als je die als je op Profile Database, als je daar gaat kijken naar zijn star rating van Dave Meltzer, ziek. Het gaat helemaal nergens over. En ja, hij heeft de beste matches gehad dit jaar, by far. Dus voor mij staat hij ook op 1. 2 en 3 vond ik dan weer lastig. Maar ik heb eigenlijk de 2 andere gasten die ik ook voor Best Wrestler had. Ik heb AJ Styles en Sami Zayn. AJ Styles, omdat ik echt vond dat hij op een heel ander niveau presteerde dan de afgelopen jaren bij TNA. Zoveel geweldige matches heeft hij gehad in New Japan. En Sami Zayn die presteert het hele jaar door geweldig. En die kan ook echt goed deliveren. En voor mij is een Bray Wyatt of zo, die vind ik, of een Dean Ambrose, die heeft niet veel geweldige matches gehad. En daarom zou ik die niet overwegen. Maar goed, als je alleen WWE kijkt, dan snap ik dat je daarvoor gaat dan. En Seth Rollins is voor mij iemand die ik eventueel erin zou kunnen zetten. Maar er zijn veel betere gasten geweest dit jaar. Dus dat is Most Outstanding Wrestler. Yeah. De volgende categorie is Best Box Office Raw. Maar dat vind ik altijd zo lastig. Want het is
Ja, ik weet niet precies wat ze hiermee bedoelen altijd. Want ik zie dat Brock Lesnar een paar keer heeft gewonnen. The Rock heeft hem een paar keer gewonnen. Het is gewoon hoeveel aantrekkingskracht je hebt, denk ik. Maar volgens mij is het gewoon, zeg maar, kun je het in nummers uitdrukken. Dus ik denk dat ze naar buy-rates kijken, maar dit jaar is dat lastig met die network. Dus dat ook. En ik sla er gewoon over. Ik vind het dus sla maar gewoon over. Feud of the Year. De afgelopen 2 jaar was dat Tanahashi tegen Okada. Dit jaar, Brian, jij mag beginnen. Wat is jouw top 3 feuds of the year? Top 3 feuds of the year, oké. Okay. Dan ga ik beginnen met nummer 3. Ja. En dat is Dean Ambrose tegen Seth Rollins. Oké. Ik vond dat het met de Shield Breakup vond ik. Ik weet nog dat er tijden waren rond januari, februari, waar mensen dachten, oh, die gaan ze op WrestleMania al breken voor een triple threat of zo. Ja. Maar dat vond ik juist veel te vroeg. En ik was een van de weinigen die altijd zeiden van, dat is veel te vroeg om ze in elkaar te halen. En dat hebben ze gedaan na Payback, hè? Ja, na Payback. Toen pas werd de Shield bij elkaar. Plan B. Plan B, ja. Sindsdien hebben Dean Ambrose en Rollins een feud gehad door de zomer heen. En ik vond dat een van de leukste dingen aan die periode. Rollins die zeg maar zich bij de authority uitwerkt en Ambrose die dan heel veel dingen van Rollins wil verpesten, zeg maar incashing of matches en dat soort dingen. Dat vond ik heel leuk gedaan. En ja, de matches waren ook fantastisch. Op SummerSlam was een epic match, op Hell in a Cell was een awesome match. En nog een pay-per-view, was dat volgens mij op Raw. Na SummerSlam was het ook. Ja, ook nog, ja. Dus dat vind ik gewoon, dat vond ik gewoon een heel leuke feud. Oh. En is er nog niet echt geëindigd, want het einde van Hell in a Cell was, dat maakte weer een nieuwe feud aan, dus die hele feud is denk ik nog niet geëindigd, dus we krijgen vast nog wel in de toekomst weer Ambrose tegen Wallace te zien. Dus dat blijft wel een leuke feud worden. Ja, oké. Okay. Op nummer 2 ga ik voor AJ Styles tegen Okada. Oh, oké. Okay. Ja, niet echt. Ja, ik zie niet echt veel van buiten de pay-per-views heen, dus, maar ik weet gewoon dat ze hebben meerdere matches gehad dit jaar. Ja, 3. Ja, dat ging, en dat ging, het was meestal met de Bullet Club erbij en zo. Dat AJ Styles die joined de Bullet Club dit jaar. Ja. En dan altijd in die matches kwamen interferences, maar ik vond dat ze hadden gewoon zo'n fantastische matches voor de title. En dan komen daar een paar van die gastjes meestal interfereren en dan ik vond dat echt heel leuk om te zien allemaal en ik vind dat gewoon, hoe zeg ik dat goed, het betekent echt gewoon iets groots, zeg maar. Gewoon, je gaat voor de title, Okada is al een jaar lang champion ongeveer en dan komt AJ Styles met de hype erbij en die gaat dan verslaat meteen Okada en joint de Bullet Club en dan rematches waren allemaal vet en dan op G1 was onder een awesome match. Ja. Dus dat vond ik echt heel, en gewoon ze hadden heeft goede chemistry gevonden. Oké. Okay. Ja. Nou prima, ik had er niet over nagedacht, ik zou hem zelf niet doen, maar prima, oké. Okay. Ik denk dat ik weet dat je nummer 1 wordt, maar ik ben benieuwd. Ja, nummer 1 dat ga ik puur op wat jij allemaal vertelt, zeg maar, ga ik toch voor Shibata tegen Tanahashi. Ah, oké. Dat is niet wat ik had verwacht. Oké, prima. Nee, maar jij hebt mij best wel eens uitgelegd van hoe dat gaat allemaal. Ja. En ook dat het real life allemaal zo is. Ja. Dus dan, je hebt gewoon voor mij een match gehad waar ik echt van dacht van holy shit, dit is gewoon fantastisch. Ja. En ja, je voelt het ook wel. En op G1 hadden ze ook een match. Ja. En dan, daar zag je het al, zeg maar. En dan hadden ze die match op, wat was het? Destruction in Kobe. Destruction in Kobe, ja. En die was fantastisch, die was echt fenomenaal. Ja. En het gaat dan hier niet echt meer
van de storylines en de build-up en promo's en weet ik het allemaal. Nee, goed, maar dat is ook niet normaal bij die spin. Ja, wat je in de WWE ziet, maar gewoon de aantrekkingskracht van die twee gasten gewoon tegen elkaar. Gewoon. De real life, hier is dus dan de real life situaties. Ja. En gewoon hoe ze in de ring tegen elkaar gaan, zeg maar. Gewoon, dus niet zo van, we gaan hier even een headlockje doen of zo. Nee, maar die gaan echt keihard tegen elkaar. Ja, precies. Oké. Ik had verwacht dat je Ishii tegen Naito erin zou zetten. Ja, dat was allemaal het begin van het challenge. En dat is met mij een beetje allemaal weggemaakt. Ja, precies. En daar ook maar twee matches. Nu je het zegt, dan waren ook allemaal twee epic matches op. Ja, precies. Dus. New Beginning Invasion Pack. Ja, goed. Oké, mijn views of the year. Op 1 heb ik ook Tanahashi tegen Shibata. Mm-hmm. Ik zal iets meer uitleggen waar precies de achtergrond. Shibata is een beetje, dat vergelijk ik echt met de Brock Lesnar van New Japan. Die is in 2004 was hij van New Japan weggegaan omdat hij er geen interesse meer in had, zoals Lesnar dat ook had. En die ging toen ook echt MMA doen, zoals Lesnar ook deed. Shibata kwam terug in 2012, zoals Lesnar dat ook deed. Sloopt iedereen die hij tegenkomt, zoals Lesnar ook deed. En we weten allemaal dat Lesnar, die heeft niet echt passie voor pro wrestling. En Shibata, van wat ik lees, heeft hij dat ook niet echt. Maar hij vindt het gewoon leuk om mensen in elkaar te slaan, zoals Brock Lesnar. En Tanahashi is dan meer de Cena van New Japan. Dat is meer de gast die de jaren is, die de company heeft helpen opbouwen. En die de afgelopen 10 jaar echt de grootste ster van New Japan is geworden. En dan, zeg maar, hoe die twee dan. Dan heb je aan de ene kant heb je Cena en Lesnar. Je hebt Tanahashi tegen Shibata. En ook backstage hebben die. Echt de heat van, heb ik niet gelezen in zijn boek, maar ik heb gelezen dat andere mensen het hebben gelezen in Tanahashi's boek, dat die twee elkaar in het echt ook echt niet mogen. En dat Shibata heel arrogant is, maar Tanahashi eigenlijk ook heel arrogant. En het zijn zo twee compleet verschillende stijlen. En Tanahashi heeft heel veel commentaar op Shibata's manier van wrestling. Die vindt, zeg maar, dat al dat stiffe gedoe en zo, hij vindt het allemaal niet nodig. Maar hoe ze, dat verhaal, dat vertellen ze in die twee matches die ze hebben gehad, die hebben ze 2 keer verteld. En dat hebben ze 2 keer fantastisch gedaan. Ik vond zelf de G1 match vond ik beter. Maar als die twee elkaar, dat is zo'n contrast tussen die twee. Ik vond het een hele interessante feud. En daarom is ik mij op 1. Het heeft me echt heel lang bezig gehouden. Ik heb er heel veel research over gedaan ook. En dat heeft me echt heel bezig gehouden, die feud. Op 2 heb ik Daniel Bryan tegen de Authority. Dat vond ik veruit de leukste feud van 2014 in WWE. Want zeg maar, je hoeft alleen maar de video package te zien van Cena tegen Triple H op Mania 30. Die video package, die zei zoveel. Van, zei ik Cena? Ja. Ik bedoel Daniel Bryan tegen Triple H, sorry. Daniel Bryan tegen Authority, oké. Ja. Zei ik net ook al zien, nou goed. Ik bedoel Daniel Bryan tegen Authority. Je hoeft alleen maar die videopacks te zien en dan weet je het al. Daniel Bryan, die zo iemand is die echt naar boven heeft moeten klimmen. En dan Triple H die hem steeds weer tegen zat. En hoe dat uiteindelijk culmineerde in die match op Mania. Ik vond het echt een vette feud. En een hele goede opbouw voor Mania, de beste die er was. En ik heb echt met plezier naar die feud gekeken. Dan op 3 heb ik ook Seth Rollins tegen Dean Ambrose. Puur omdat het voor het eerst in jaren is dat een Hell in a Cell waarde had. Ja. En dat vond ik al reden genoeg eigenlijk. En Brian heeft het net allemaal gezegd. Het was, ze hadden genoeg reden om tegen elkaar te gaan. En het feit dat ze Hell in a Cell main eventen en de Hell in a Cell match voelde ook echt als een Hell in a Cell match. Dat is voor mij genoeg om nummer 3 te zijn. Verrassend. Vind je? Val 2. Ja, geen Barnard 2. Okay. Ja, ik kan me voorstellen, maar. Ja, waarschijnlijk ook omdat op een persoonlijk niveau voor mij veel betekent dat Daniel Bryan eindelijk op WrestleMania 30 tegen Triple H. Dat betekent nogal veel voor mij. Ik ben een Daniel Bryan fan. Ik ben een Daniel Bryan fan, maar
Ik heb hem niet eens een wrestler of the year, dus zo gek is het ook weer niet. Nee. Victor, wat is jouw feud of the year, Victor? Ik ga gewoon bij 3 beginnen. Ja, dat is prima. Kun je zo niet kijken? Nee, dat hoeft niet, want ik weet het ook wel. Okay. Dus je mag gewoon kijken. Ik hoop niet dat je heel erg schrikt. Maar, toch niet Jericho tegen Wyatt, hè? Nee, het is iets klaars. En een woord. Nee, op nummer 3 heb ik een Divas feud. Ik heb Brie Bella tegen Stephanie McMahon op 3. Dat vind ik helemaal niet zo gek. Puur omdat ik denk, wat ik echt vind, dat dit de beste Divas feud in tijden is. Mee eens. Is het een beetje afgeleid van Daniel Bryan's, vanaf Daniel Bryan's injury? Ja. Ah. Ja, maar hadden ze dat nodig? Ja. Ik denk dat ze toch wel deels die push van Daniel Bryan nodig hadden om hier ergens van te maken. Ik vond Stephanie geweldig als heel. Echt fantastisch. Ik heb nog echt, wanneer was ze, een tijdje geleden, heel lang geleden, dat ze zo goed was, denk ik, als heel. Triple H in het begin met de helft. Ik heb haar nog nooit zo goed gezien. Nee, was ze niet met de helft. Maar is ze nooit zo goed geweest? Brian, jij? Wat hè? Of Stephanie ooit eerder zo goed is geweest? Zo goed als heel. Mm-hmm. Ja. Nee, denk niet. Nee, denk ik ook niet. Nou, dan vond ik het fantastisch. Ik werd ook niet moe van de segments of zo. De build-up alleen al vanaf juni tot SummerSlam. Ja. Voor één match en dan klaar. En dat was net als meer dan genoeg. Ja. Het zette wel iets vreselijks op. Maar goed, daar moet je niet heel erg naar kijken. Nee, en dan ook nog een hele goede match neerzetten. Ja, nee. Brie Bella tegen Stephanie McMahon was echt de verbazing van SummerSlam, denk ik. Ja. Ik denk dat mensen wel verwachten dat het in principe best wel een goede match kon worden. Ja. Maar dat het uiteindelijk ook nog een goede match werd, is toch nog de kers op de taart, denk ik, voor deze feud. Ja, ik vind helemaal niet. Ik had er niet eens over nagedacht. Ik denk ook wel, zeg maar, als ik een top 10 zou doen, zou die er zeker in staan. Mm-hmm. Misschien top 5. En ik ben het wel echt mee eens. Het is wel echt een goede damesfeud. Nee, ik vind het helemaal geen rare keuze. Ik vind het goed eigenlijk. Nee, maar ik had verwacht dat je raar op zou kijken. Nee, normaal niet. Nee, normaal niet. Ja, maar als je alleen WWE kijkt, dan wordt je heel snel genauwd. Dat is zo. Maar dan moet je langskijken en. Ja. Ja. Nee, is prima. Zo, hier zijn we. Verder. Okay. Ga verder. Ik heb op nummer 2 heb ik Cena tegen Wyatt. Oh, ja, echt. Ik heb echt Cena tegen Wyatt, omdat ik dit. Ja, zou kunnen liggen aan het feit dat ik een Wyatt fanboy ben hoor. Ik denk niet dat het helemaal is, maar ik vond dit echt een leuke view. Ik denk dat naast de Extreme Rules match heeft het ook gewoon twee goede matches met twee goede storytellings gehad. Ik denk dat daar zit het er voor mij wel in hoor. Dat het echt een goede view was. En daarom staat Bray Wyatt tegen Dean Ambrose bijvoorbeeld helemaal niet. Of helemaal geen storytelling. Terwijl Wyatt tegen Cena dat wel had. Kijkt tot WrestleMania, vind ik dat je dat kan zeggen. Maar ik vind dat er daarna echt de sloot erin gaan met de Extreme Rules match. Ja, met Extreme Rules. En dan moet en de lijst met Sending die moet dan wel, hè, want er staat 1 tegen 1. Er moet er eentje. Ja, dan precies. De tweede. Maar ik vind. Tot WrestleMania vond ik het goede feud, dat wel. Maar ik vond Stephanie tegen Brie vond ik een betere feud dan van Cena Wyatt. Nou, dat vond ik niet. Nou, dat vind kan. Ik niet. Sorry. Nou, dat kan. Nee, ik niet mee eens. Oké. Okay. Nou, genoeg over gezegd dan. Ja. En op 1 heb ik Seth Rollins tegen Dean Ambrose. Oké, zelfde redenen. Zelfde redenen. Nog wat op aan te merken. Nee, eigenlijk niet echt. Het feit dat ze gewoon de ballen hadden om hun main eventen van de Hans Zout te laten doen. Ja. Zegt voor mij al genoeg. Het feit dat ze gewoon. De 3 matches die ze gehad hebben waren 3 vreselijk goede matches. Als je kijkt naar gehele stack, zeg maar, ja, van een feud, zeg maar. Als je begint bij SummerSlam en dan heb je nog die False Count Anywhere match. Ja, en dan die Hell in a Cell match nog die eigenlijk niet gepland was, maar je moet natuurlijk wat range wat gepasseerd. Ja. Fantastisch. Nee, echt goed gedaan. Ja. Ja. En allebei nieuwe gozers. Allebei nieuw. Vers. Ja. Fris. Frisse feud nog niet gezien. Precies. Dus geen Cena tegen Orton. Nee. En hopelijk wordt het dat ook nooit. Nee, hopelijk ook niet. Nee, ik vind dan Daniel Bryan tegen dat voor je net iets beter, maar waarom dan zeggen, Ambrose is wel echt een van de beste feuds in de afgelopen jaren van WWE. Dat zeker. Ja. Bryan, vind je ook? Ja. Ja, oké, zeg maar ja. Nee, maar even kijken of je er nog bent. Ja, ik ben er. Goed. Ik zal dan naar de volgende onderwerp al Tag Team of the Year.
Dit vind ik een hele leuke categorie. Ik heb hier het hele jaar over nagedacht. Voor mij absoluut tag team of the year is de Young Bucks. Dat is, er is geen twijfel over mogelijk. Young Bucks hebben het beste jaar gehad ooit. Ze hebben overal waar ze zijn, stelen ze de show. Noem een match van Young Bucks en hij is vast geweldig. In Ring of Honor en in New Japan zijn daar allebei zeer succesvol. Ze hebben hun beste match ooit gehad in mijn ogen op, tegen de Time Splitters op Dominion. Ja. Ja, Young Bucks, ze zijn zo ontzettend goed. Ze zijn zo getalenteerd. En ik denk zeg maar dat een vorm van kritiek die je kunt hebben tegen Young Bucks is dat ze echt van die spot monkeys zijn. Ja. Van die indie spot. Van, ja, wie weet wel. Maar dat is. Dat vind ik eigenlijk totaal niet. Ze zijn. Dat is juist hun gimmick, zeg maar. Dat ze alles heel overdreven doen. Hè, dat ze een extra flip doen of zo, die dan totaal niet nodig is. Dat is hun ding. Maar ze kunnen zo goed opbouwen. En niet gelijk bam, 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 spot, 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 spot. En het is. Ja, Young Bucks zijn gewoon het beste tag team van 2014. Nummer 2 heb ik Ring of Honor's Tag Team Champions, Red Dragon. Dit was dichtbij hoor, want ik heb lang overwegen om ook Red Dragon op 1 te zetten. Maar Red Dragon is het beste wat Ring of Honor heeft gedaan dit jaar. Is het beste wat nu rondloopt in Ring of Honor. Het is het enige wat ik echt leuk vind aan Ring of Honor op het moment. Dat is Red Dragon. Fantastisch team. Kyle O'Reilly is fantastisch. Fenomenale wrestler. Bobby Fish is zo ontzettend goed. En samen hebben ze fantastische matches tegen de Young Bucks gehad. Tegen Time Splitters. Ja, absoluut een nummer 2. Als de Young Bucks er niet waren, waren ze absoluut nummer 1. Dan nummer 3, Time Splitters. Ik heb ze al genoemd. Time Splitters, ja. Ook zeer getalenteerd. Ze hebben een iets minder jaar gehad dan de andere twee. Maar ze zijn nog steeds een geweldig tag team. En ja, die drie teams, dat zijn gewoon de beste ter wereld. En die gaan binnenkort op de New Beginning, gaan die drie weer tegen elkaar en doen het woord weer. Grandioos. Ja, het is een goed jaar geweest voor Tag Team Wrestling, zou ik zeggen. Maar dat is een ander verhaal. Ja, dat is mijn top 3. Victor, wat is jouw top 3? Ik heb alleen maar WWE gekeken natuurlijk. Ja, dus schrik niet te hard. Er zijn weinig goede tag teams. Ik heb ondertussen New Japan gezien natuurlijk. Dus ik weet ook over wie je het hebt. Dus ik kan me best voorstellen waarom je dat doet. Uh-huh. Maar even vanuit het standpunt dat je alleen maar WWE kijkt. Dan is je choice al heel erg genarrowed. Ja. Ontzettend als het op tagteams aankomt. Want daar zijn ze toch niet heel erg sterk in. Ik zit zelf te denken. Daar zit op te denken welke tagteams zouden het kunnen zijn. Wat is nou een goed tagteam? Dat is nou een goed tagteam. Ja. Ik weet dat trouwens Ibrahim gaat doen. Ja. Oké. Ja, jij wel. Ik heb geen idee. Nee. Als je iets zegt, zeg je oh ja, tuurlijk. Ja. Dat is allemaal waarschijnlijk. Oké, okay, zeg goed, maar. Ik heb op 3 heb ik Goldie Boys. Heb ik Golden Stardust. Oh, je zou het ook de Brotherhood kunnen noemen. Goed, maar niet uit. De Brotherhood, Golden Stardust. Hoe ze over 2014 heen zijn gegaan. Ik vind dit nog steeds een leuk tag team. Het is misschien een beetje uitgedroogd in mijn hand met Stardust. Het is niet zo blijven hangen als wat ze misschien hadden gehoopt. Uh-huh. Maar toch erg leuke tag team matches. Als de Brotherhood ook, en vervolgens na Battleground, geloof ik, als ik het goed zeg aan mijn hoofd, dat Cody Rhodes stopte en dan heb je, en dan komt op een gegeven moment Golden Star. Ja, dat zou ik niet weten. Stardust. Ik geloof dat het Battleground was, tegen White Baxel. Oké. Tegen White Baxel verloren. Ja. Ja, dan voel je kut. Vervolgens, de tag team match met de Usos op Night of Champions vond ik heel leuk. Vond ik echt goed, gewoon solide goede match. Niet specifiek heel goed. Maar gewoon wel entertaining. En Stardust als nieuw character vond ik ook heel leuk. Nog steeds. Maar ja, de nieuwigheid is er vanaf en het blijft niet hangen. Dus dat is zonde voor Stardust. Ja. Maar dat neemt voor mij niet af dat het gewoon een leuk tag team is. Nog steeds wel een leuk tag team. Ik denk dat mensen nog steeds zitten te wachten op het feit dat Goldust tegen Stardust staat op WrestleMania. Zit het er dit jaar in? Weet niet. Ik neem het je niet kwalijk dat je voor deze twee gaat. Het is absoluut niet de beste tag team ter wereld, maar als je kijkt naar WWE, heb je echt mijn gekeken. Klopt. Maar ja, daarom kijk ik naar WWE. Ja, precies. Tja.
Goed, oké. Okay, dan heb ik op 2 heb ik Eric Rowan en Luke Harper, oftewel de Mayans. Ja, okay. Er is weinig in WWE. Ja, ja. En ik denk dat hoe je het ook bent of keert, als je kijkt naar... ze hebben niet heel veel matches meer gehad in 2014. Nee. Maar als je kijkt naar de matches met de Shield, dat is dan een six-man tag. Maar goed. Ja, waarom heb je de Shield niet? Misschien heb ik die wel. Oh, oké. Okay. Okay. Misschien heb ik die wel. Oké. Okay. Je weet het niet. Ah, okay. Maar ik heb genoten van hun als tag team. Ja. Okay. Een fenomenale match tegen de Usos op Battleground. Ja, die, geweldig. Geweldige match, fenomenaal, geweldig. Moet je het ook wel noemen, hele goede match. Ja, ja. Ja, je kunt er zoveel woorden aan vallen, maar. Daarnaast gewoon dat, en nu single, zonder dat ze eerst met Bray Wyatt geviewd hebben, wat ook wel weer eens leuk is, dat niet zo gaat. En ik ben benieuwd, komen ze ooit nog terug als tag team of zo? Ja. Je weet het niet. Oké, okay. Interessante keuze. Ja, ik ben heel benieuwd naar je nummer 1. Als dat niet de Shield is, ga ik je vermoorden. Het is niet de Shield. Oh god, je hebt toch niet de Usos, hè? Jawel. Oh, jawel, ik heb gewoon de Usos op nummer 1, omdat ze solide, in principe, goede matches blijven neerzetten. Ja. En de Shield, hoe goed de Shield ook wel niet is, echt, ben ik niet eens hoe Shield is een hartstikke goed tag team. Maar... de Usos hebben het hele jaar door de goede tag team matches neergezet. Ja, maar dan zou ik ze nog op 2 zetten. Ja, want dan zou je in principe de Shield nog boven kunnen zetten. Misschien wil je er nog boven zetten. De Shield zou ik op 1 zetten in WWE, absoluut. Die zijn echt kickers geweest dit jaar. Ja, kan ik me voorstellen, maar ik heb toch niet. Nou, dat is prima, dat is jouw mening. Elasticatie. Oké. Brian. Brian, wat is, ja. Ik vraag eigenlijk, ik heb er al 2 in gedachten die wij niet allebei hebben. Ik ben benieuwd of jij ze hebt. Laat weten. Oké. Okay. Dan ga ik toch voor nummer 3 voor Golden en Stardust. Oké. Okay. Ja, gewoon een beetje dezelfde reden als Victor vond. Ik vind Stardust gimmick vond ik heel leuk toen het echt begon. Ik ben het een beetje mee eens dat het nou een beetje de nieuwigheid een beetje vanaf is. Mm-hmm. Maar gewoon door de maanden heen van de zomer, herfst en winter. Is Stardust en Goldust zijn een van de leukste dingen waar ik echt naar kijk bij WWE. Dus ja. Stardust en Goldust zijn ook de enige tag team waar ik echt van denk van oké, als die hier een match hebben, oké, dan wil ik daar wel nog wel eens voor zitten in plaats van matches skippen. Dat is echt de enige tag team in WWE. Dus daarom het zijn wel een leuke tag team, goede matches altijd. Okay. De gimmick vind ik ook echt geweldig. Vooral die backstage segments waren echt heel leuk. Dus dat gaat mijn enige WWE team worden in mijn top 3. Oké, nou, ik heb geen ROH gekeken, dus mijn nummer 2 gaat anders zijn. Mijn nummer 2 ga ik voor Carl Anderson en Dark Gallows. Mm-hmm, yep. Ik wist het, die zou ook al te denken. Moeilijk. Oké. Wat is er over te zeggen? Ze hebben de tag team titles gewonnen in januari. Uh-huh. En sindsdien... tot begin van dit jaar zijn ze ook weer tag team champions geweest. De hele jaar door dus tag team champions, dat is al iets zeg maar. Dan heb je nog de Bullet Club erbij als stable. Mm-hmm. Daar zitten ze erin, dus dat vind ik ook dat is echt gewoon een van mijn favoriete dingen aan New Japan. Is ook de Bullet Club, dat vind ik echt gewoon zo'n leuke stable. En ja, ze hebben ook gewoon... En gewoon goede matches ook gewoon neergezet. Ook als tag team, ook als singles competitors. En vooral een match tegen, wat was het? Ja, welke? Okada en nog iemand als tag team. Tegen, Yoshihashi. Tegen Gallows en Anderson. Dat vond ik echt zo'n awesome match voor die tag team. Die vond je inderdaad heel vet, ja. Ja, voor die tag team vond ik zo'n awesome match. Daar waarvan dacht, oké, dit is echt gewoon een heel erg leuke tag team om na te zien. Ja. Dus daarom vind ik dat nummer 2. Oké. Okay. Nummer 1 ben ik het wel mee eens dat de Young Bucks het zijn, maar ik vind ze verschrikkelijk irritant. Oké. Okay. Ja, gewoon ja, het zijn een beetje de indie spots en monkeys, zeg maar. Ja. Niet al alleen, maar ook gewoon hoe ze in de ring gedragen, weet je. Elke minuut een DX chop, weet je. Ja. Dat vind ik ook verschrikkelijk irritant. Ja. Ook al zitten ze in de Bullet Club. Maar gewoon als tag team, gewoon in de ring, zijn ze gewoon de beste tag team van het jaar. Ja.
Zelfs die match wat je opnoemde tegen de Timesplitters zit in mijn top 5 van het jaar. Dus dat zegt al iets als enige tag team match in mijn ranking. Ja. Ja, okay. Dus top 5 zelfs nog. Dus dat was gewoon zo'n epic match was dat. Door de jaren heen hebben ze ook allemaal awesome matches gehad. En dus dat is het enige wat ik ook kan zeggen. Behalve dan dat ze gewoon irritant kunnen zijn. Maar misschien is het gewoon omdat hun gimmick werkt. Kan ook. Ja, precies. Dat denk ik eerlijk gezegd. Ja. Ik had verwacht dat jij het... Dat jij het voor elkaar zou krijgen om Evolution er nog in te zetten. Dat wordt ook eigenlijk een beetje zwart als Batista of zo. Ja. Nee, oké, maar prima. Nou ja, ondanks dat je ze irritant vindt, toch op nummer 1. Ja. En toch je persoonlijke feelings in kant gezet voor hun accomplishment. Ja, precies, zo is dat. Oké, dat was Tag Team of the Year. Ja. Most Improved, de meest verbeterde wrestler of diva. Oké. Victor. Ja, ik heb er hier maar eentje. Ja, ik vond hem echt heel moeilijk. Kan aan mijn lek aan echt over wrestling nadenken lid worden. Okay. Ik ben pas echt sinds dit jaar bezig met reviewen. Ja. Dus. Ja, nu pas dat je echt over nadenkt. Nu dat ik er echt pas over nadenk, dus pas een jaartje, dus kan daar aan liggen. De enige waar ik echt op kon komen, waar ik echt significant vond dat die beter was geworden, is Nikki Bella. Oh, helemaal niet zo gek. Ja. Nee, dat weet ik, maar dat is de enige waar ik echt zoiets heb van, oké, die is... Als je ziet, dan denk ik ook van nou, weet je, die is gewoon helemaal niet erg nu dat ze die first champion is. Er is helemaal niks mis mee. Beetje jammer op de manier waarop het gegaan is, maar goed. Ja, maar het is... Ik denk dat ze in de ring is ze echt wel beter geworden. Ja, maar ook aan de mic. Ook aan de mic. En ook qua story. Alleen, het is een beetje... dan moet je natuurlijk niet Brie Bella tegen Nikki Bella als voorbeeld gaan nemen. Want daar zitten zoveel van die segmenten in. Maar ik denk dat. Had de WWE erom gekeerd dat misschien. I wish you never die. I wish you died in the moon. Misschien nog wel een klapper geweest zou kunnen zijn. Had de WWE Universe er iets om gegeven. Okay. Maar ik heb verder echt. Zou ik het echt niet weten. Oké, nou misschien. Kan alleen misschien kunnen Brian en ik weten nog iets van. Denken jullie dat jullie mij misschien nog wel kunnen inlaten? Ja, ik denk het wel, want ik heb er 2 van WWE gelopen. Oké. Brian, wie heb jij voor meest verbeterd? Most Improved ga ik ook voor 1 kiezen. Nou, ik vind wel dat Nikki Bella, wat Victor zei, vind ik ook een goede keuze. Maar ik ga dan als enige van in mijn lijst, ik ga die top 3 opnoemen, ga ik voor Seth Rollins. En Seth Rollins. Waarom? Vorig jaar, 2012 kwam de Shield, zeg maar. Vorig jaar hadden ze dat hele leuke jaar met door de jaren heen tag team matches en undefeated en dat soort dingen. En dit jaar zijn ze uit elkaar gegaan. Maar altijd in die periode had ik het gedachte van Dean Ambrose vind ik het mijn favoriet van de Shield. En Roman Reigns, dat gaat zich daarop focussen voor de future star. En Seth Rollins, dat zal bij mij altijd het lelijke eentje zijn, zeg maar. Het derde persoon. Die gaat ja, ja, maar een beetje de schaduw van de Shield. Ja, ja de die gaat niet ver redden. Nee. En dan is hij juist degene die de Shield in elkaar haalt, zeg maar. Die gaat dan Authority joinen. En sindsdien heeft hij zich verbeterd op de markt. Echt ontzettend verbeterd. Ik vind hem nog echt... Ook de laatste tijden dat ik... Jam! De laatste tijden dat ik... weer kijk, zeg maar. Ja. Dan is hij echt tegen Lesnar en tegen Cena, dat hele storyline, dat is echt... met Wallace erbij doet hij het heel goed. Ja. Matches, die bleven gewoon fantastisch. Want dat had hij altijd al fantastische matches. Maar gewoon qua character, zeg maar. Qua character en op de mic heel goed verbeterd. Want dat was eerst ook niet echt heel... Hij was altijd, ik vond hem altijd wel een van de betere van de Shield. Maar nu is het echt gewoon duidelijk dat hij goed op de mic is. Echt heel duidelijk. En gewoon door het jaar heen gewoon met de auteur erbij en de storylines erbij en de matches erbij. Dat maakt hem gewoon de most improved van het jaar voor mij. Ik denk dat heel veel mensen het niet met je eens zijn. Tenminste, niet specifiek met dat Rollins niet verbeterd is, want daar kan je daar wel in vinden hoor, dat hij echt verbeterd is op de mic. Ja, maar ik zou echt op niemand anders echt kunnen... Ja, maar ik bedoel meer het feit dat je zegt van,
dat hij de minst van de Shield was. Ik denk niet dat iedereen het daarmee eens is. Oké. Binnen de general popularity denk ik eerder dat ze dachten dat Dean Ambrose niet zou kunnen slagen. Of Reigns. Maar dan ga ik eigenlijk mee af op het beginperiode van de Shield. Dat ze debuten. Ja. Ambrose had al hype omheen van wat hij in FCW en NXT deed. En Ambrose werd ook een beetje neergezet als de leider toen. Ja, en Roman Reigns, dat was meer gewoon, dat wist je gewoon van, dat hij zich op focussen. Ja, hij is ook altijd de powerhouse genoemd. Dat is ook al jarenlang zo van, het idee van dat hij zich gaat focussen. En sinds Shield uit elkaar is, dan dat merk je al. Ja. Dus de Rollins, daar had ik altijd het idee van, maar dan bedoel ik echt gewoon, de debuut van S.H.I.E.L.D., die periode, dat Rollins het minst gaat redden, zeg maar. En nu heeft hij de Money in the Bank en nu zit hij in de title match. En nu heeft hij al zoveel gedaan, zeg maar. En dan heeft hij een goede toekomst. Het zie ik erg goed toekomst voor hem. Dus daarom heb ik hem ook de most improved. Oké. Ik heb gedacht aan Seth Rollins, maar hij is altijd al een geweldige wrestler geweest. Ik vind alleen dat hij echt verbeterd is aan de mic en qua character. Maar dat is voor mij niet genoeg om hem in het lijstje te zetten. Maar ik zie wel echt dat hij is verbeterd. Dat wel. Wie ik als most improved heb. Ik heb op nummer 3 heb ik Rusev. Ja. Aha, Rusev. Ja, aan het begin van het jaar vond ik hem niet zo indrukwekkend. Maar zeg maar na zijn feud met. Ik vond ook die leuke match al met Big E. Toen zijn feud met Swagger. Ja. Ik vind echt dat hij ontzettend verbeterd is in de ring. En daar gaat het mij meer om. Mm-hmm. Hij kan echt goede matches neerzetten. En zijn selling is ook geweldig. Zeg maar, iedere keer komt hij hinkelend naar de ring toe lopen. Dat doen heel weinig mensen. Ja. En ik vind Rusev echt verbeterd dit jaar. Op 2 heb ik Kushida van de Time Splitters. Mm-hmm. Ja, die aan vorig jaar toen zag ik hem als gewoon een cruiserweight die gewoon goed was, maar niks bijzonders. Maar ik vond dit jaar heeft hij zich echt ontzettend verbeterd. Hij heeft een fucking goede match gehad tegen Ricochet, tegen Ibushi, tegen Taguchi. En als in het team van Time Splitters is hij ook geweldig geweest. Maar hij heeft ook laten zien dat hij als singles wrestler gewoon heel goed is. Dus aan Kushida, op nummer 1 heb ik Bad News fucking Barrett. Oké, die zie ik niet aankomen. Die zal ook niet aankomen. Ben ik iets vergeten dat mensen mee in Rollins zitten, maar nee. Ik vind dat Barrett is niet beter dan Rollins, maar hij is wel het meest verbeterd. Barrett heeft zich echt ontplooit in het hele Bad News gimmick. Dat is ontzettend goed aangekomen bij mij. En ook als wrestler in de ring is hij veel beter geworden dan mij. Gewoon aanzienlijk veel beter geworden. En ik vind dat hij echt de meest verbeterd is. Hij heeft echt een star van zichzelf gemaakt. Hij is eindelijk over bij het publiek. Eindelijk, na al die jaren. En dat vind ik het wel waardig om hem most improved te noemen. Want hij is nu eindelijk iemand belangrijks. Dus vandaar, most improved gaat naar Bad News Barrett. Ja, oké, met de uitdaging kan ik me wel voorstellen. Maar ik had hem niet verwacht. Nee. Dan heb ik twee opmerkingen. Rusev ben ik het met je eens. Dan zal ik hem alsnog niet op inzetten, maar ook improved. En vooral omdat ik hem nou, als ik hem nou zo zie, door de jaren heen, weet je, debuut in de Rumble en dan na Mania was het eigenlijk begonnen. Maar dat was niet zoveel. Pas op SummerSlam, weet je, met Swagger erbij, dat vond ik echt het leukste aan Raw op dat moment. Vond ik Rusev. Tegen Swagger. Maar ik vind gewoon hoe hij overkomt, zeg maar, in de ring en hoe hij zo staat, zeg maar. Dat vind ik echt, dat komt heel goed over. Dus je kunt aan hem zien van, dit wordt later echt een belangrijk iemand in de WWE gaan, zeg maar. Champion, dat soort dingen, een beetje main event status, een beetje. Dat zie ik wel in hem, gewoon hoe hij al overkomt in de ring van, qua character en qua zijn gezichtsuitdrukkingen en dat soort dingen. Zijn selling dat ook. Ja. Dat vind ik al een goed punt van dat hij al echt later nog grote dingen gaat doen. En op Barrett, ik weet wel van toen het gimmick begon, begin 2014, hè, ongeveer, voordat de Rumble nog was, begon die gimmick al. En dan,
Ja, tenminste wat ik heb gelezen van ja, wat ik zeg maar lees op Twitter, vind je wat fans zeggen, zeg maar, die hadden niet veel positiefs te zeggen op die gimmick. En dan debuut die gimmick, zeg maar, en dan mensen gaan dat leuk vinden, die vonden het heel leuk om wat bad news, I've got some bad news, weet je, ja, dus dat is dan wel weer leuk, maar verder heb ik echt niks met die gast. Dus daarom was ik hem ook vergeten van, om in dit onderwerp. Daar was ik ook best verrast dat jij hem ermee had. Okay. Ja, ik ben hem ook echt puur vergeten. Ja. Oké, nou, interessant. Best dan interviews. Ja, interviews kun je meer zien als beste mic skill. Wie was aan de beurt? Brian. Ga ik voor een top 3? Nee, ik ga er gewoon voor 1, dat is Paul Heyman. Oké. Die staat er ook op nummer 1, neem ik aan. Wat heb je aan nummer 1? Dan? Ja, nou ja, misschien weet ik veel. Als het de ene is, ja. Oké. Okay. Paul Heyman gewoon, omdat hij, hij is al gewoon goed op de mic geweest, de hele tijd al. Ja. Maar dit jaar ook. En dit jaar, weet ik nog, een segment was het voor SummerSlam, toen Lesnar announced werd dat hij tegen Cena ging. Op diezelfde Raw had Heyman een promo gemaakt. Oh ja. Om Lesnar een beetje op te bouwen, een beetje credibility te geven. En dat vind ik echt de promo of het jaar. Promo van het jaar, zeg maar. Dat bestaat toch niet, maar een promo of the year vind ik dat gewoon. Dat Heyman op die Raw toen Lesnar challenger werd voor de title. Dat vond ik echt de leukste promo van het jaar. Dat vond ik echt zo goed hoe hij Lesnar overtuigde dat hij echt de beast is. En dat hij Cena gewoon kan verslaan, zeg maar. Ja. En ja, het rond al de jaren heen met Lesnar erbij en tegen Undertaker en tegen Rollins, tegen Cena. Dus dat gewoon het hele jaar door. Hij is gewoon goed op de mic en dat blijft gewoon zo. En daarom vind ik hem de nummer 1. Ik zie niet echt iemand die iemand anders nummer 1 kan zetten. Nee, dat ben ik het eens. Ik heb Heyman ook op 1. Zoals Brian zei, hij is een van de weinige mensen die een match kan promoten zonder dat zijn tegenwoordigende erbij is. Maar hij kan perfect in de plaats van Lesnar staan voor de promotie van een match. Zijn promo's zijn geweldig. Iedere keer als hij praat, dan luister je. Ja. En dat zal ook heel lang zo blijven. Heyman op 1, dat was geen twijfel over mogelijk. Maar op 2 heb ik Dean Ambrose. Mm-hmm. Hij heeft zeg maar zijn eigen soort manier van interviews en promo's. Hele aparte, unieke manier. En dat bevalt mij wel. En het komt altijd heel goed over. En ik vind hij is heel natuurlijk, zeg maar, aan de mic. Het komt echt heel natuurlijk over. Ja, dat. Dus vandaar dat ik hem op 2 heb. En op 3 heb ik John Cena. Want Cena, die kun je ieder jaar wel hiervoor nomineren. Cena is gewoon. Hij is een. Ja, haat hem of niet, hij is een geweldige prater en hij hoort gewoon aan de mic, dat is gewoon echt iets voor hem. Dit is meer gewoon puur om talent dan wat hij dit jaar heeft laten zien, maar hij is gewoon daar gewoon denk ik. Ja. Dus voor mij, dat is mijn top 3 voor best wel interviews. Victor? Ja, ik heb op 3 Ambrose. Oké. Okay. Omhoog gezegd. Zeg dat goed? Ja, denk ik. Ik heb op 3 Ambrose, puur voor dezelfde redenen in principe. Ja. Ik vind echt dat hij een hele leuke unieke stijl heeft. Echt, ik kan me heel goed die promo nog herinneren tegen Seth Rollins. Toen hij met Roman Reigns, toen was Roman Reigns eigenlijk het saaie stukje dat je had. En dan komt hij en dan zegt hij van die dingen. En dat, hoewel het in principe comedian bedoeld is, komt het heel serieus over. Dus je kan erom lachen. Ja. Maar je neemt hem gewoon serieus, want hij staat er zo bij met zo'n. Zo gek, ja, daarmee de bedoeling van Prince natuurlijk. Er staat ook met zo'n gek hoofd bij waar je denkt van, oh shit. Ja, wat een makker. En op 2 heb ik Cena, dus ik heb het omgekeerd. Okay. Ja, ik weet hoe je het ook bent of verkeerd, Cena heeft gewoon die mic skills. Ja. Ik denk dat zijn beste promo's toch wel waren tegen in die feud met Lesnar. De interacties met Heyman. De interacties met Heyman waren denk ik voor hem het beste geweest dit jaar. Ja, met Heyman. Niet de interacties met Wyatt, niet de interacties met Triple H of met Stephanie. Maar het zijn echt die interacties met Heyman. Ja. Maar Heyman is zo gepassioneerd over Lesnar. Ja. En hij is zo gepassioneerd over wat hij doet. Dat is zo mooi om te zien. Ja. Echt, hoe je het ook bent of verkeerd. Je kan Cena haat wat je wil.
Maar als je hier niet wat bij voelt, dan echt, stop er maar met kijken, denk ik. Nee, maar als dit je niet voor een WWE feud, en het is Cena, dus wrestlen, dat gaat af en toe ook niet in het beste af. Maar dit was denk ik de interactie van het jaar. Oké. Misschien niet meteen op één, maar wel echt een van de beste. Oké. En op één heb ik ook Heyman. Zelfde redenen. Maar onmiskenbaar, denk ik. Ja. Onmiskenbaar dat hij nummer één is. Ja. Als je alleen, sowieso als je alleen de WWE kijkt. Ik weet natuurlijk niet wat je erbij moet doen als je ROH en of New Japan. Nou, bij ROH en New Japan zijn niet de gasten beter dan in YouTube. Nou. Oké. Goed. Nou, dan zijn we het dan ook eens. Paul Heyman. Dat is mijn de eerste waar we allemaal die op in hebben. Ja. Is dat zo? Ja, dat is zo. Ja, want bij de rest heb je allemaal New Japan en ROH. Ja. Nog precies. Most Charismatic. Dit lijkt op best een interviews, maar ik vind Charismatic is zeg maar je hele aanwezigheid, zeg maar. Dus als je hebt charisma als ik iemand zie en ik denk, fuck, ik wil hem zijn, of wat een ster is dat, dan heb je charisma. En ook als je van het slechtste het beste kan maken, zeg maar. Dat is voor mij charisma. Ik ga je nu alvast zeggen dat ik hem dan toch wat deels verkeerd geïnterpreteerd heb. Oké, nou goed, daar komen we zo dan op. Mijn top 3. Ik heb op 3 John Cena. Daar heb ik net over gehad, dat komt een beetje op dezelfde neer. Cena weet altijd, op iedere reactie, weet hij precies wat hij moet doen. En Cena kan ook van iets slechts iets goeds maken, vind ik. Zeg maar een... hoe leg je het uit? Ja, zoals ik het zeg. Hij kan dingen eruit halen die anderen niet kunnen. Hij kan... Ja, het is gewoon... Hij heeft het gewoon. Hij heeft gewoon charisma. Op 2 heb ik Hiroshi Tanahashi. Dat is een beetje hetzelfde als bij Cena. Maar Tanahashi, die kan ervoor zorgen dat... Maakt niet uit in wat voor match hij ook zit. Of het tegen een groot iemand is of een klein iemand. Hij weet altijd de crowd gigantisch aan zijn kant te trekken. Of juist aan de ander. En als je hem ziet, dan denk je, fuck, wat een ster, zeg. Tering. Hij heeft zoveel star power. Dus dat is op 2. En op 1 heb ik... Ik vind het een schande dat hij nog nooit het heeft gewonnen. Want hij is absoluut de meest charismatische wrestler ter wereld. Dat is Shinsuke Nakamura. Ja, god, man, je moet die match... Ja, je moet hem gewoon zien. Het is zijn manier van doen. Zeg maar, hoe die loopt en hoe die kijkt en hoe die zijn armen beweegt. Zijn entrances zijn blow-away awesome. Ik wil Nakamura zijn als ik hem zie. Zeg maar, zo kun je het een beetje zien. Absoluut de meest charismatische in wrestling. Nummer 1 voor mij. Victor! Ik heb alleen WWE, dus dat dan narrow your choice. Maar ik heb hier eigenlijk gewoon weer dezelfde 3 bij mijn interview van. Oké. Dus... Dat kun je heel slecht zien, maar ik heb hier dezelfde top 3. Oké. Ik denk dat het is omdat ik het verkeerd geïnterpreteerd heb. Denk het ook dan, ja. Ik denk dat het deels mee te maken heeft, maar ja, Cena staat er natuurlijk in, maar dat... Maar ik weet niet wat het met Cena is, maar hij... Ja, hij is natuurlijk een lopende charismatische bom. Ja. Gewoon echt, die kan overal, die kan ergens binnenlopen. Ja, we moeten niet te veel Cena gaan lopen, straks voor Brian Boos. Nee. Ja, die gaat zo meteen, komt hij met Lesnar aan. Ja, dus dan kunnen we weer naar een Lesnar gaan lezen. Maar ik denk dat de kleine dingetjes die hij verandert aan zichzelf. Ik bedoel, niet per se die trui of zo, maar meer die kleine dingetjes die hij erbij doet, gewoon met... Of dat vasthouden van dat bandje, zeg maar, dat erop ingeclosed wordt. Dat is echt zijn message die toch... Ja. En hij is gewoon wie hij is. En ja, oké. Hoe charismatisch je als persoon ook bent, als je niet jezelf... Hij is wel echt zichzelf. Ik denk ook niet dat hij in het echt ook echt heel anders is. Nee. Maar goed, daar kunnen we het over hebben. Want Dean Ambrose is wel een character. Ja, absoluut. Maar hij schijnt zelf ook niet helemaal lekker te zijn. Maar dat heeft er niks mee te maken. Nee, maar ik denk dat het meer overbrengt als je ook echt met hart en ziel gelooft in wat je doet. En ik denk dat hij dat heel erg heeft. Dat vind ik niks met charisma te maken hebben. Maar ik denk dat het meer voor... Ik denk dat het voor boost of dat is dan... Heeft dan met jou te maken. Kan aan mij liggen. Kan aan jou liggen. Maar ik vind Paul Heyman... Paul Heyman op één. Ik vind Paul Heyman niet bepaald charisma hebben. Kijk, en dat... Vind ik dan weer. Ja, ik denk dat ik het verkeerd ging. Dan heb je charisma meer gezien als best aan een interview. Maar Paul Heyman vind ik geen... Ik vind Brock Lesnar, die heeft charisma. Maar goed. Ryan. Dan ben ik heel benieuwd wat hij is. Staat Lesnar erin? Nee, ik weet wat zijn 1 is. Ik denk dat hij dan Lesnar 2 of 3 heeft. Gok.
Brian, zeg maar. Beste Gresma, oké. Dan nummer 3. Sina, ga ik dat ding over zeggen of niet? Nee, doe maar niet. Jullie hebben al genoeg over verteld. Ja, ik ben het wel mee eens met alles wat jullie verteld hebben. 2, nee. Ga ik voor Leicester maar meer gewoon van niet dat hij op de mic. Ik vind het wel interessant op mic, weet je, dat vind ik wel. Maar er zijn veel mensen die dat niet vinden. Maar ik vind het wel nog interessant op mic. Ik vind het leuk hoe hij zich dan overkomt, hoe hij overkomt. Ja. Ik vind meer gewoon van. Starthouden. Gewoon, hij heeft staphouden gewoon. Hij heeft gewoon een staphouden, maar ik ben van, dan is hij weg, weet je. Ja. En dan komt hij. Pyro, boom! Boom! En dan sta ik huids, gewoon te kijken van, wat gaat die gast doen, weet je. Dat hoort ook een beetje bij dan kijk je naar hem toe en dan weet je van, dan gaat er iets geweldigs gebeuren. En dat hoort ook een beetje bij. Hij heeft die kracht, zeg maar, van dat hoort bij Gresma, vriend. Dat je dan gewoon met ogen zit te kijken van, oké, doe je ding, Lester, en ik zal entertained zijn. Gewoon hoe hij zich overkomt, gewoon, hij staat daar naast Heyman, maar dan staat hij alsnog heel erg sterk en heel erg overtuigend. Staat hij naast Heyman, zeg maar, erbij. Dat ook een beetje bij. En op nummer 1 heb ik hetzelfde als Luc, Shinsuke Nakamura. Ja. En dat is Nakamura, dat was mijn eerste favoriete superstar van New Japan. Oh, dat is waar, ja. Ja, dat was echt mijn eerste echt favoriete van dag. Oké, daar ben ik echt fan van. Niet, want ik vind, er zijn genoeg wrestlers daar die je echt leuk vindt, maar echt fan zijn van Nakamura, dat was het eerste. En hoe hij zich in de ring gedraagt tijdens de entrances, de broek die hij aan heeft, vind ik ook echt leuk bij hem passen. Ja. Dat rode broekje en dan zit hij zo mee te dansen met die benen bewegen, dat is heel, heel leuk. En ja, en gewoon op de mic, ik versta het niet, beetje, maar als je dan de crowd hoort, weet je, die lachen daar meestal onder, dat gehoord erbij, dat heeft hij ook heel goed in. Dus Nakamura, dat is mijn nummer 1 keuze. Ongetwijfeld, ja. Ik heb nog even een opmerking over Lesnar, zeg maar. De reden waarom ik ook op hem zou kunnen stemmen is, hij is de enige van wie kippenvel krijgt bij zijn entrance. Ja. En dat zegt voor mij genoeg, dan heb je gewoon charisma. Ik kan me voorstellen. Ik heb hem echt gewoon verkeerd geïnterpreteerd. Nee. Dat is een goede les voor me. Oké. Okay. Voor volgend jaar. Voor volgend jaar. Nu ga ik dit niet meer helemaal fout maken. Best technical wrestlers. Dit is een van de favoriete categorieën. Daniel Bryan heeft deze sinds... ik ga het even kijken. Oké. 2005, ja? Ja. Oh ja, dat is waar. Dat is fijn. Ja, 2005 won hij en sindsdien heeft hij hem ieder jaar gewonnen. Dit jaar vind ik niet dat hij hem moet winnen. Ik vind namelijk dat er een betere technical wrestler is geweest dit jaar. Maar eerst nummer 3 heb ik wel Daniel Bryan. Nee, ik heb niet Daniel Bryan op 3, die heb ik op 2. Ik heb op 3 heb ik Kyle O'Reilly van Ring of Honor. Die is... Ik kan het niet eens uitleggen. Hij is gewoon zo ontzettend goed. En hij kan zoveel verschillende stijlen matches doen. En zeg maar, het wrestling zelf is zo loopzuiver bij hem. Het is, hij is echt, ik zie hem over 5 jaar echt de grootste naam in Ring of Honor zijn. Dus Kyle O'Reilly nummer 3 voor mij. Daniel Bryan heb ik dan op 2. Ja. Dan Bryan is gewoon een van de beste wrestlers ter wereld. Dus, en dat zal ook waarschijnlijk niet veranderen de komende jaren. Op 1 heb ik Minoru Suzuki. dit doe ik aan de hand van 2 matches. Zijn match tegen AJ Styles en zijn match tegen Okada dit jaar. Wat een kunstwerken van een matches zijn. Dat echt niemand kan, zeg maar, die storytelling in de match zo goed overbrengen dan Suzuki. Hij heeft, zeg maar, alles
zijn hele lichaam vertelt zo'n match. En zijn gezichtsuitdrukkingen zijn zo perfect. En zijn selling is legendarisch. Dus ja, ik vind dat Suzuki hierin zeer wordt geonderwaardeerd. Hij is echt een van de beste technische wrestlers ter wereld. En in mijn ogen was hij dit jaar de beste. Dus okay. Dat is technical wrestlers voor mij. Okay, interessant. Ik heb op 3 heb ik Sami Zayn. Oké. Heb ik op 3. Je zou kunnen zeggen, als je echt fanatiek NXT hebt gekeken, dat hij op nummer 1 zou kunnen staan. Zou ik ook nog wel in kunnen vinden. Alleen heb ik niet fanatiek NXT gekeken, alleen maar de specials. Oké. Dus ik heb maar 2-3 matches van hem gezien, wel verteld. Alle 3 hartstikke goede matches, de techniek in de matches lag heel hoog. Possibly match of the year met, tegen Adrian Neville op Our Evolution. Hele goede match. Ja, gewoon awesome wrestler natuurlijk, hè. En ja, ben benieuwd. Ik ga dit jaar wel NXT heel erg volgen. Dus, nou, misschien dat hij volgend jaar gewoon op 1 staat. Nou, wie weet. Al zal het waarschijnlijk weer Daniel Bryan zijn. Als hij niet geblesseerd raakt, dan staat het best wel niet. Maar okay. Nou, goed, wordt het een leuke strijd. Zo is dat. Wie heb je nog meer? Ik heb op 2 heb ik Rollins. Als technical wrestler. Ja? Misschien niet. Ik weet niet of je. Hoe zei dat? Ik zou Zayn boven Rollins zetten qua technical wrestler. Ik denk dat als ik meer NXT gevolgd heb, dat die kans heel groot is. Okay. Maar ik denk dat ik puur op basis van wat ik gezien heb, heb ik Rollins hoog staan. Okay. Omdat ik nog meer gezien heb van Rollins dan van Zayn. Dus dan baseer ik mijn keuze daarop. Maar ik ben erg fan van de manier waarop Rollins dat doet. Ik denk dat hij echt goede matches heeft. Dat hij gewoon goed laat zien wat hij kan. En ook tegen echt allerlei soorten mensen gewoon een goede match kan neerzetten. Ja, ja, dat is mooi. En dat is super, dat is hartstikke belangrijk. Ik wist een ster mee worden. In WWE, hè. Je moet nog één keer in de Big Show tegen je gehad hebben. En ik heb op 1 Daniel Bryan. Oké. Okay. Ja. Ja, heel simpel. Gewoon super awesome wrestler. Niet veel gezien helaas dit jaar. Maar toch dit jaar echt gewoon een hele goede periode gehad. Omdat het er maar 4 maanden was. Nee, dat is zo. Ja. Ik kan me enigszins vinden. Ja, nou, ik kan me voorstellen dat je Suzuki dan boven in de baan. Ja. Ja. Ja, want ik ken Suzuki niet heel goed, maar. Nee, maar Suzuki is ook maar eigenlijk op basis van een paar matches. Terwijl, ja, Daniel Bryan misschien even. Nou, ik denk Daniel Bryan ook op basis van 2 matches. Dus. Oké, prima. Bryan. Nou ben ik benieuwd. Ja, ja, ik ook. Ik denk niet dat ik echt een keuze heb. Ik denk dat deze overslaan. Ja. Ik ga het wel gaan. Ja, ja, ik kan me voorstellen. Dat ik echt een keuze heb en om nou nog te beslissen, zeg maar, dan ja, is het. Dat klopt het niet helemaal. Nee, ik ben het met je. Weet je wat het is? De afgelopen jaren zijn er zo weinig technical wrestlers. Ik denk dat deze categorie over 5 jaar dat die er niet meer is hoor. Want technical wrestling, ja, dat kun je op meerdere manieren opvatten. Ja. Ik zie het meer als iemand die. Die een verhaal kan neerzetten in een match en die dan technisch goed in elkaar zit. Zoals. Bret Hart vroeger, of Kurt Angle, of Chris Benoit. Dat is dan weer een beetje een ander soort technical wrestling. Dat is echt puur wrestling. Maar ik zie het nu meer als iets van, omdat je echt technisch een goede match neer kan zetten, in plaats van technisch goed kan wrestlen. Nee, dat is net het verschil. Maar tegenwoordig heb je van beide categorieën niet echt veel meer. Dus het wordt een beetje, volgens mij... uitgedund. Ja, precies. Ook al had ik naar jullie keuzes geluisterd en dan vond ik niet van oké, dat heeft me wel overtuigd om te kiezen. Nee, klopt. Ja, Daniel Bryan, ja, die heeft dat jarenlang gewonnen, maar dit jaar heeft hij niet veel meer gedaan, dus dat zelfs wil ik dan niet. Dat Daniel Bryan niet wint. Ja, dus dat wil ik al niet echt kiezen, dus dan denk ik van dat ik deze maar overslaan. Oké. Had je wel mensen neergezet überhaupt? Of? Wat hè? Had je wel al mensen? Nee, je had nog geen mensen. Nee, dan zou ik hem ook overslaan. Ik vind het ook een rotcategorie. Ik ook. Ik mijn favoriet. Ik vind hem heel interessant omdat Daniel Bryan al bijna 10 jaar achter elkaar wint. Maar het is heel moeilijk tegenwoordig om een goede technical wrestler te vinden. Daniel Bryan is eigenlijk een van de laatste. En, ja, maar echt van zo'n laatste soort. Dying Breed. Dying Breed, precies. Ja, goed. Oké, dan compleet andere soort wrestler. Beste brawler. Uh-huh. Dit zie ik persoonlijk als iemand die gewoon... 2 vuisten, dat hij daarmee het beste overweg kan. Of wapens, of gewoon heel, ja, fysieke kant van wrestling. Ja, precies, zo zie ik het een beetje. Ja. Dan ben ik heel benieuwd wat Victor heeft voor WWE. Ik heb op 3, en deze weet ik ook in mijn hoofd, heb ik jouw boy. Jouw most improved.
Oh. Jouw Bad News Barrett heb ik op 3. Dat vind ik totaal geen brawler. Vind je dat niet? Ik zeg wel. Daniel Bryan. Sorry. Wade Barrett is, vind ik, dat is geen brawler. Als je die ziet, is dat een brawler? Als ik hem niet in de ring zie, hè? Ik zie geen brawler. Nee, dat idee heb ik wel. Dat is een Irish type brawler. Ik zie een businessman. Hij kwam, wanneer was dat? Volgens mij 2013 kwam hij terug als Bare Knuckle Fighter, hè? Toen werd het helemaal gepromoot. Ja, maar vervolgens, hij had hetzelfde aan, hij had alleen een baardje erbij. En hij had een boel hammer elbow dan. Goed, maar ik vind hem geen brawler. Ik vind hem absoluut geen brawler. Oh, als ik hem iets zou moeten noemen, misschien brawler. Maar ik vind hem niet de beste brawler van WWE. Ik weet zeker dat er betere keuzes zijn. Maar goed, dan wil ik wel horen wat je voor de rest hebt dan. Ik heb op 2 heb ik Sheamus. Sheamus heb ik op 2. Oké, ja. Dat vind ik nou wel een brawler. Ja. Nou, als dat allemaal geen brawler meer was, dan had ik helemaal raar op gekeken. Wat? Nee, oh. Oh ja. Oké. Okay. Oh. Goed. Nou ja, je kan je voorstellen waarom dit gekozen is. Ja. Ja, het simpele keus, denk ik. Ja. Ja, ja. Hij heeft ook echt die body van een brawler. Ja. En ik denk dat zijn match met Cesaro op Night of Champions de beste voorbeeld is van zijn beste brawl match. Van precies, heel goed. Ja. Van zijn echt beste match was tegen Cesaro dit jaar. Ja, dat ook. Singles match dan, de Money in the Bank, weet ik zo wat allemaal in heeft gezeten, niet meetellen. Singles match tegen Cesaro, beste match. Ja. Een van zijn beste van zijn carrière. Dan. Ja, ook nog eens. Dus ja. Oké. Okay. Nou, Seamus, daar kan ik wel in vinden. Dan ben ik benieuwd wie die 1 is. Ik heb Lesnar op 1. Oké. Okay, hey. Ik denk dat deze keer zijn aankomen, denk ik. Ja. Ik heb een beetje problemen met Lesnar dit jaar als brawler te noemen. Dat had ik eerder vorig jaar gedaan. Ik vind hem dit jaar heeft hij weinig echte brawls gehad. Hij kickt van Nash met zijn suplexes en zijn fights, maar hij heeft weinig echte fights gehad. Hij tegen CM Punk had hij een echte fight. Tegen Triple H, tegen... Ik weet niet meer staan. Tegen verder niemand, maar... en jaar daarvoor Cena. Ja. Weet je, dat vond ik meer de brawl, zeg maar. Nu vond ik het meer gewoon echt de wrestler, Brock Lesnar. Die was echt kapotmaker. Ja. Dus, maar goed, ik kan me wel enigszins wel voorstellen. Ik denk dat dit was voor mij de beste keuze. Oké, okay, prima. Brock Lesnar, als ik alleen kijk naar WWE. Ja. Ik zie jouw lijstje al een beetje staan en denk van ik kan me voorstellen dat dit misschien heel raar overkomt. Misschien alleen Barrett dan. Barrett was raar de keus, maar wie zou je dan in zetten? Als alleen naar WWE kijken. Dan zou ik Dean Ambrose doen. Ja. Dean Ambrose is de enige echte brawler in WWE. Ja, oké. Okay, ja. Goed, maar goed. Dat is dus Victor. Ja. Brian. Ja. Ja. Nummer 3. Ga ik voor Brock Lesnar. Oké. Okay. Luke heeft het al een beetje uitgelegd van, ja, dit jaar was het iets minder qua brawling, maar als je kijkt naar WWE en brawlers, dat zoveel is er ook nog niet. Dus het is meer echt van die gimmicks en wrestling en dat soort dingen en uit finishers uitkijken. Dus, ja, dat komt wel meer. Ja. Dus, mijn Lesnar die qua matches misschien dan misschien niet, maar gewoon in de segments nog steeds wel. Kan hij daar zeker wel een paar brawling bij doen. Kan hij alsnog wat gewoon mensen in elkaar slaan, zeg maar. Ja. En dat gaat mijn nummer 3 worden. Nummer 2, dat is een keuze uit twee gasten. Ja, precies. Ja, precies. Ik ben benieuwd wie op 1 en wie op 2 hebt. Ja. 2 ga ik dan maar voor Tomohiro Ishii. Oké. Okay. Ja, die gasten heb ik bij de Match of the Year, Most Outstanding Match of the Year heb ik al verteld van hoe die gast in de ring is, zeg maar. Van gewoon stiff elbows, headbutts, fists, kicks allemaal, dat is gewoon allemaal bij hem echt, komt op de pas, zeg maar, de matches. En dat maakt gewoon een brawler en gewoon hoe hij al die matches overleeft en dan komt hij een paar dagen daarna of de pay-per-view daarna komt hij dan en dan gaat hij weer. Zo keihard erop. Heeft hij een taped shoulder, maar gaat hij alsnog keihard? Ja, gaat hij weer keihard tegenop. En hij krijgt ook veel te verduren. En dus dat vindt dan in nummer 2. Nummer 1 is dan de andere New Japan. Dat is Katsuyori Shibata. Ja. En bij hem gaat het in mijn mening nog een tikje harder. Dus daarom is het bij hem nummer 1. Ja. Precies dezelfde dingen, weet je. Headbutts, fists, elbows, kicks. Fuck, ja. Ja, dus
Oké. Okay. Dus gewoon precies hetzelfde als Ishii, maar dan vind ik bij hem nog, het, nog, nee, nog, net iets, nog iets. Oké, okay. Okay. Ik heb op 3 heb ik Dean Ambrose. Want iedere keer als Dean Ambrose in een fight zit, dan wordt hij helemaal gek. En hij is gewoon echt een brawler. Bij WWE ken ik verder geen echte puur brawler. Dat is gewoon wat hij doet. Hij slaat mensen in elkaar die hij niet mag. En hij vindt het leuk om te doen. Okay. Dus vandaar Dean Ambrose op 3 voor mij. 2-1, dat gaat tussen Ishii en Shibata. Ik ga voor Ishii op 1 en Shibata op 2. Okay. Shibata die vond dit jaar heeft hij weinig echt keiharde brawls gehad. Ja. Ishii had het hele jaar door dat fucking wel. Harde brawls. En daarom gaat hij voor mij op 1. Want Shibata die was natuurlijk een team met Goto. Die heeft niet, ja, buiten Tanahashi heeft hij niet echt een grotere matches gehad, zeg maar. Mm-hmm. En Ishii die heeft wel gewoon tegen Nakamura gestaan, tegen Tanahashi. Tegen Ibushi had die zieke match, tegen Naito. Gewoon zijn brawling stijl is zo ziek. Mm-hmm. Maar ik ben het mee eens dat Shibata wel harder gaat. Maar ja. Ishii die doet het hele jaar door fucking hard. En, ik snap waarom Shibata op 1 zet, maar voor mij is het Ishii. Ja, dan heb ik hetzelfde bij jou met Ishii als 1 van waarom je dat zegt, zeg maar. Oké. Okay. Flying Wrestler, Brian. Flying Wrestler. WWE, dat zie ik niet echt veel keuze in. Dus ga meer naar New Japan weer op. Always kreeg ik ook niet. Mm-hmm. New Japan, freaking High Flyers. Ja, dat zijn maar een paar namen ook die echt uitblinken. Ja. Ga ik voor Kushida op 3. Ja. Ga ik op 2 Naito. Dat vind ik niet echt een high fly, maar hij heeft ook gewoon leuke high fly moves en zo. Dus. En op 1 ga ik voor Ibushi, Kota Ibushi. Dat heeft hem al jarenlang gewonnen. En dit jaar was hij champion geweest. En zat die match tegen Ricochet. Dat was echt een awesome match. Tegen Ishii. En op de G1 was hij niet. De G1 was hij er niet, hè? Nee, hij was geblesseerd. Nee, dat was 100. Maar ja, daarna had hij gewoon weer meer matches. Dus ja. Dus gewoon High Flyer doet zoveel geweldige dingen. Die moonsault van Top Rope, dat vind ik zo mooi. Ja, en dan die move tegen Ricochet met die Frankensteiner. Dat, ja. dat is gewoon een voorbeeld van hoe het kan gaan bij een match van Ibushi. Ja. Verder heb ik bij die gasten niet echt te vertellen, want... Oké, nee, is goed. Ik wel, dus... Ja, ik denk dat jij het beter kan verwoorden, zeg maar. Daarom zijn we nog niks. Flying Wrestlers heb ik nummer 3, heb ik Sami Zayn. Hij stond al hoog in Wrestler of the Year en Most Outstanding. Hij is een van die gasten die high flying echt weer een beetje op de kaart zet. In een nieuw jasje eigenlijk. Want hij gebruikt zijn high flying moves, die gebruikt hij op perfecte momenten, hij kan dat heel goed timen. En het gaat zeg maar ook om hoe je het gebruikt en ik vind dat hij zeg maar heel goed zijn flying moves zo timed dat ze goed in het verhaal van de match kunnen. Dus vandaar Sami Zayn. Ik heb op 2 heb ik Ricochet. Ik heb 2 matches gezien van Ricochet. Ja, nee, ik heb er 3 gezien. 3 van Ricochet gezien. Waarvan er 2 fenomenaal waren. Ricochet, die is niet alleen een geweldige flyer, maar die heeft echt het charisma van The Rock, voor mij. Als ik hem zie, denk ik, fuck, dat is net The Rock. Maar Ricochet, ja, die is zo, lijkt net alsof zwaartekracht hem is vergeten. Gewoon. Het is, hij zweeft door de lucht, hij doet onmogelijke dingen. Ja, die match tegen Ibushi, waar jij net over had, dat is echt mindblowing. Dus ja, Ricochet op 2 voor mij. Ik heb niet veel van hem gezien. Ik heb zelfs gezien dat mensen hem Wrestler of the Year noemden. Maar dan moet ik meer van hem zien bij Dragon Gate bijvoorbeeld. Dus dat is Ricochet. En nummer 1 heb ik ook Kota Ibushi. Dat is een heel ander niveau. Dat gaat helemaal nergens meer over. Dat is absoluut de beste flying wrestler. Wat hij doet is ongelofelijk. En zeg maar, zijn flying moves die past perfect altijd in de match. Het is altijd geweldig om die gasten in actie te zien. Beste flying wrestler, absoluut. Oké, Victor. Ja,
Ik heb met de constatatie in de avond geluisterd. Ik vind het wel interessant, want ik kijk natuurlijk alleen maar WWE. Nu sla ik mezelf op mijn hoofd dat ik sommige dingen vergeet. Sorry, hè? Bijvoorbeeld. Ja. Ik heb op drie, ja precies. Ik heb op drie, moet je me niet raar aankijken, want ik kon niet kiezen. Ik heb de Usos als tag team gewoon staan op drie, omdat de Usos toch, als je kijkt naar mainstream, zeg maar, dus van NXT wegkijkt, toch wel de beste zijn, denk ik. Toch af en toe wel weer kleine nieuwe dingetjes toevoegen aan hun arsenaal. En voor de rest gewoon de inbreng en excitement gewoon wel weer hebben. Okay. En toch steeds blijven high flyen, terwijl, ja. Ja, gewoon als tag team. Okay. Als tag team, gewoon een high-flying tag team. Dan heb ik op 2 heb ik Neville. Van NXT. Oké. Okay. Ik vond het wel grappig dat jij net zei van, dat de zwaartekracht hem vergat. Want dat is precies de nickname van Neville. Ja, dat weet ik. Maar ik vind dat echt toepasselijk bij Ricochet. Nee, ik kan me voorstellen, maar ik ken niet Ricochet. Niet echt bij Neville. Dat is Neville zijn bijnaam. Maar ik vind hem ook echt een hele goede wrestler ook. Ik hoop dat hij echt goede dingen gaat doen op het Mayweather als hij daar helemaal heen komt. Leuke title reign, ook een beetje tweener-achtig richting de heel. Maar mooie moves ook. Ik vind zijn finisher echt heel mooi. Finish is fantastisch. Ik ben niet zo heel veel te zeggen. En WWE heeft dat niet heel veel natuurlijk. Nee. Dit is een hele rare, maar ik was zo out of keuzes dat ik Savonis op 1 heb staan. Oké, maar zijn man. En dat is omdat ik toch, als ik kijk naar wie solo het beste is. Ik ben even vergeten dat Sami Zayn er ook is. Ja. Die ben ik echt gewoon vergeten, want anders had hij waarschijnlijk op 1 staan. Het mooie wat ik aan Savonis toch wel vind, is dat hij toch. Dat zie je met die high knee. Dat hij vanuit elke positie ineens in komt vliegen gewoon. Alsof het niks is. Toen is hij weer. En dan de pinball gebroken. Dat zag je bij Survivor Series heel veel. Ja, Survivor Series. Maar hij heeft echt 6-7 keer gedaan of zo. Ben je helemaal gek wat je ervan. Maar het laat wel zien hoeveel kanten hij op kan. Ja, precies. Nee, ik vind het gewoon dus, oké. Okay. Vandaar, ik had nog even aangepast, want ik heb de Usos hier op geweest staan. Ja, oké. Most overrated. Ik vond deze eerlijk gezegd een van de moeilijkere dit jaar. Want ik zeg maar overrated, dat kun je op 2 manieren opvatten. Aan de ene kant kun je het zien als dat de fans zeg maar vinden dat die te veel gepusht wordt. Of dat je vindt dat de promotion hem te hoog doet. En ik zie het meer als een promotion te hoog, zeg maar. Okay, dat zijn push groter is dan wat het talent verdient. Dat is voor mij most overrated. Okay. Dus je kunt nu bijvoorbeeld Cena, maar Cena is niet overrated. Nee, weet je wel? Nee, Cena. Oké, most overrated. Ik vond het echt heel lastig. Wil jij beginnen? Het is mijn beurt. Oké, sorry. Op 3 heb ik Big Show. Ik vind dat hij weer dit jaar veel te serieus wordt genomen. En ieder jaar weer floppen ze er massaal in. Hij hoort niet zo hoog steeds op de kaart te zijn. Hij hoort niet zo'n big deal te zijn. En ze proberen steeds maar weer te doen alsof hij het wel is. Ik vind hem overrated. Nou, op 2 heb ik Kane. Dit is vooral om zijn feud met Daniel Bryan. Als je ziet dat hij daarvoor een grap was met de Authority, weet je wel, in zijn spijkerbroek. En hij wordt veel sterker neergezet dan hij eigenlijk hoort te zijn. En op 1, dit gaat Bryan niet leuk vinden, ik zet Batista op 1. Oké, kan je voorstellen. Er is niemand die de Rumble... Adem in, adem uit. don't get me wrong, ik vind Batista bij tijd en wijle vind ik een leuke wrestler om te zien, maar ik vind Batista had nooit een Rumble mogen winnen, had niet een WrestleMania event main event moeten staan. En dat is voor mij al genoeg om te zeggen dat hij most overrated is. Dus Batista op 1. Maar ik moet zeggen, alle drie zijn ze niet super overrated, maar dit zijn wel de meest 3 overrated in mijn mening. Het is niet heel, heel overtuigend wie nou nummer 1 is, maar dit, volgens mij Batista is voor mij. Ik denk dat Batista, maar dat komt voornamelijk door de Rumble. Ja, precies. Ja. Komt omdat Big Show en Kane hebben hiernaast helemaal niks significants gemaakt. Nee, precies. Batista die wint de Rumble doet het volgens mij. Nee, maar en hij was. Ja. Dit is een goed teken hoor, dat er weinig overrated wrestlers zijn.
is een goed teken. Ik vond hem, ik heb hem, ik zal nu alvast zeggen dat ik hem verkeerd benaderd heb. Dus daarom laat ik ook even wat dingen weg voordat ik hele verkeerde dingen ga zeggen. Okay. Die echt niet kunnen. Maar dan heb ik nog één keuze die ik dan er nog tussen heb staan. Okay. Ik ben het eens met alle drie die je zegt hoor. Okay. Als, bekijkend van hoe, hoe je het moet opvatten zeg maar. Ja. Dan snap ik dat Big Show ertussen staat, als datgene wat die staat. Nee. Bij Big Show probeer je ook veel te veel. Hoe vaak is nou heel goed in dit jaar, FPS? Ja, ja dat, echt, zo vaak als hij zijn kleren aan en uit doet, is hij face een heel geworden. En ja, kan ook een beetje te. Weglatend de domme keuzes die dan opstaan, omdat ik het verkeerd begrepen heb. Hoe begreep jij het dan? Wat de fans van ze vonden? Ik denk... de algemene van mening. Algemeen, denk algemene ik. Algemene mening. Algemeen en wat ze laten zien en, de, en de, zeg maar wat er gebeurt. En dan de follow-up. Heb ik het, zo heb ik het gezien. Wat had je dan? Bijvoorbeeld, ik heb er maar twee zelfs. En wat had je? Ik heb, de keuze die ik nog wel wil zeggen is Jericho. Ik vond Jericho dit jaar overrated. Als je kijkt naar hoe ze met Wyatt. Ja, dat is dus, dat is dus meer hoe de fans erop kijken, zeg ja, maar. Dat heb ik gedaan. Dat heeft zeg maar te maken met je verwachting. Ja. Dus hij zou zeggen dat hij de grootste teleurstelling is geweest. Ja. Oké, okay, dat is net wat anders hoe je het ziet. Ja, dus ik heb het verkeerd dus ik heb het verkeerd begrepen. Dus, okay. Dus maar Jericho wilde ik toch even noemen, want ik denk dat hij toch wel deels mee dus past. Niet misschien heel erg. Zo nee, maar precies, maar hij bedoelt zijn positie op de card is niet te hoog voor hem. Nee. Dat is niet te hoog voor hem. Dus zo moet je het een beetje zien. Ja, nee, dat heb ik verkeerd begrepen. Okay. Maar goed, dit is de allereerste keer dat ik ze zag. Hè. Maar niet uit. Dus van je fout moet je leren. Zo is het. Maar ik wilde toch even met Jericho noemen. Oké, prima. En die had je... Oh, dat was... Ja, ik had... Ja, dat is stom, ik had Leicester staan. Maar dat is puur omdat... ja, kijk me maar raar aan, dat bedoel ik. Maar dat is vanwege het feit dat hij dan wint van Undertaker. En dat er dan een paar maanden gewoon geen reet mee gebeurt. Dat in principe in eerste instantie... Ja, dat daarna gebeurt er. Maar in eerste instantie vond ik dat heel erg zonde. Ja, goed. Dat ik zoiets had van, is de streak niet big genoeg of zo? Is dat niet een idee dat je wat vaker komt? Ja, goed. Weet maar, je? Ja, nee, uiteindelijk, het idee uiteindelijk, van nee. Maar uiteindelijk, komt het wel weer op zijn pootjes goed. Ja. Oké, okay, nou goed. Brian. Dus Brian, dan ben ik benieuwd hoe jij het. Ik hoop eigenlijk dat hij ook een stiekem Batista geworden heeft. Nee, bijna geen Batista. Nee. Ik denk dat ik wel weet wie jij een beetje heeft. Goed, kom maar. Zeg maar. Ja. Wat Luc beter zei, er zijn niet echt veel keuzes. Het is dan wel een goede. Dat zegt dan veel van hoe de roster is, zeg maar. Ja. Overrated. Ik zou niet echt iemand echt één op één kunnen vinden, behalve dan de Big Show. Oké. Okay. Want niet dat ik hem haat of zo, weet je, als hij dan gepusht wordt of weer goed wordt overgekomen, zeg maar. Maar het is gewoon meer van. Meer dan van het, is hij weer face, is hij weer heel, en dan als hij weer heel is, dan hoort hij er weer bij, zeg maar. En dan is hij weer face, dan hoort hij weer bij de faces van, dan gaat hij weer tegen de grote heel, weet je, tegen de champion of zo, of iets in die richting, of tegen de auteur die... En dat was van dit jaar weer zo, een paar keer gaan, dus dat vind ik dan, dat gaat dan wel weer bij mij het beetje al vervelend worden, van dat het steeds weer zo gaat van. Dat was vorig jaar ook zo, dat was en dit jaar ook weer, dus dat is bij mij een beetje zo. Ik zou niet echt andere keuzes kunnen hebben, dus ik blijf bij één houden. Oké, dan de tegenovergestelde van most underrated, oftewel de tegenovergestelde van most overrated is most underrated. Ja. Je zegt de tegenovergestelde van most underrated. Ja, dat zeg sorry. Ik bedoel, we gaan nu naar most underrated, wat het tegenovergestelde is van most overrated. Heel goed. Goed zo. Ja, dus underrated wil dus zeggen dat iemand hoger op de card moet staan, als je het zo wil zien, dan dan dat die nu is. Ja, dat heb ik dan denk ik wel beter begrepen. Ja, die is het makkelijker. Die is wat makkelijker. Het is Victor's beurt. Dus Victor's beurt. Goed, ga ik even kijken wat ik heb. Is het Victor's beurt? Ja, dus want jij bent net geweest. Ja, dan ben ik. Ik heb op 3 heb ik misschien een hele rare keuze, maar ik heb Reigns op 3. Je vindt Reigns underrated? Nou, dat heb ik echt niet goed begrepen. Nee, dat heb ik niet goed begrepen. Nee. Maar ik heb Reigns op 3. Dus ik dacht dat ik hem misschien wel beter begrepen heb. Misschien dat andere twee keuzes wat beter zijn. Hoe hoog wil je hem hebben dan? Ja, dan heb ik hem dus ook begrepen. Ja, begrepen. Hoe had je het dan... hoe dacht je... Ik dacht qua hoe hij gezien werd, zeg maar.
wil even zien, niet qua match. Ja, precies. Dus ik heb hem weer precies gedaan zoals overrated. Dus laten we dat even terzijde houden. Oké, dan sla ik die even over en dan de andere ook. Maar dan heb ik eentje die ik toch... Ik heb ook nog Orton, maar dat is toch schot. Maar ik heb op één Cesaro. Ja. Ja. Dat vind ik een goeie. Ik heb Cesaro op één, omdat ik zo echt... je zou het eigenlijk gewoon puur al kunnen zeggen van de matches die hij gewoon heeft op Raw. Als je kijkt dat hij met Cena zit, die goede matches niet op Raw. Twee keer geloof ik, in februari een keer en rond de aanloop naar SummerSlam. Ja, Brian wel. Ja, manchmal. Ergens in februari heeft hij zet gewoon goede matches neer met Orton en met Cena en weet ik wel, met iedereen. En ik zat eigenlijk bij Night of Champions gewoon te wachten tot hij United States title zou winnen. Ja. Want het was echt een hele goede match en ik zat echt zo van... Nou, weet je, als nu Cesaro wint, dan vind ik dat helemaal niet erg, want ik wil best nog een keer Sheamus tegen Cesaro zien. Weet je, zoiets had ik denk van, het brengt prestige terug, want het zijn fucking goede matches. En dan komt de United States daar, wordt toch niet zo vaak verdedigd. Dus, kom op met die... Maar, ja, kreeg ik hem. Maar, ik vind echt nog steeds dat die een van de echt betere dingen is die WWE heeft. Maar waar ze gewoon geen kut mee doen. Ja, ja, dat is een definitie van underrated onderwerp. Nou, we hebben toch nog een goede nummer 1. Ja, toch nog een goede. Oké, Brian. Cesaro is ook mijn nummer 1. Ja. Maar dan een beetje andere redenen. Het begon van, ze laten hem sterker maken in rond die Chamber match. En dan... Versloeg Orton. Ja, versloeg Orton. En dan die match tegen China, dat was vet. En dan, op WrestleMania met die Battle Royal. En dan is hij een Heyman guy. En dan gaat het weer lager. En dan zelfs dat hij nou, wat zit hij nou? Tyson Kidd als tag team? Tyson fucking Kidd. Ja. Tyson Kidd als tag team, weet je, hoe laag ben je dan gezonken, man? En dan. Bij NXT. Ja, en dan, Dus dat is dan, het begon goed, ja, goed, zeg maar, qua van hij won vorig jaar al aan de raid. Dus het begon al goed, zeg maar, en dan gaat het weer mis. En dan denk ik dat ik dit jaar dan gewoon weer nummer 1 gaat worden. Ja, nou ja, dit is ook precies wat ik bedoel, maar ik heb een beetje. Slecht uitgelegd. Aha. Maar ik, op het moment dat hij Paul Heyman guy werd, had ik wel zoiets van: oké, kijk wat dit gaat doen. Maar... Mocht niet zo ik, zijn. Ik heb Cesaro ook op één. Ik vind vooral dat hij gewoon belachelijk wordt neergezet. Hij is een van de meest getalenteerde op de main roster. En de bullshit die Vince uitspreekt over hem, van dat hij niet het heeft. Voor mij heeft hij alles wat nodig is. Als je hem ziet, dan zie je een wrestler. En hoe hij dan op belachelijke matches verliest. Terwijl hij zo goed het jaar begon. Dat hij zo sterker neerzet. Hij versloeg 29 andere man in die Battle Royal. WrestleMania. Ja, en die manier waarop die Big Show eruit kwam. Fantastisch. Ik dacht echt, ja, dit gaat de goede kant op met hem. Maar ja. Cesaro is compleet irrelevant geworden. En dat vind ik een schande. Dus voor mij staat hij op één. Ja, net zoals jullie. We hopen dat in ieder geval dit tag team ervoor zorgt dat hij nog een beetje in de picture blijft. Daar hebben we helemaal niks van. Nee, maar dat hij in ieder geval nog een beetje rond blijft hangen, want voor hetzelfde geld is hij niet meer weg. Want normaal is het wel zo van, als een tag team gezet, dan gaat hij misschien weer de goede kant op. Ja, wie weet. Dat het hopen, hij zit op de pre-show. Als het weer uit elkaar gaat, de tag team, dan gaat er weer eentje weer de goede kant op. En dan hopen dat dit nou Cesaro is. Nou, hij zit op de kick-off show van Royal Rumble, hè? Ja, wordt een clean sweep. Het is een elimination match. Is het een elimination match? Ja, oh, dat tegen is niet iets. Wedden dat Cesaro, Tyson Kidd en Ambrose geen pinfall gaan winnen? Wedden? Oké, dan heb ik op 2 heb ik Tomoaki Honda. Ja. Mooi die reactie. Ja, dit is eigenlijk een gek verhaal van Honda. Wie is het heel, ja, zeg maar voor de G1 was hij gewoon een midcarder, zeg maar. Maar door de blessure van Ibushi kon hij meedoen aan de G1. En man. Hij heeft zoveel fucking geweldige matches gehad. En iedere keer die crowd werd helemaal gek voor hem. Waarschijnlijk de beste babyface in New Japan. Nou weet ik wel zeker, de beste babyface in New Japan. Maar hij heeft alle matches op de G1 verloren. En dan ben je in mijn ogen underrated. Want hij is een van de top guys in mijn ogen. Hij is een van de beste workers, een van de beste performers daar. En Honda verdient meer dan wat hij krijgt. Dus vandaar, underrated voor mij. Ik heb op 3 heb ik Roderick Strong van Ring of Honor. Ik vind dat Roderick Strong echt zo iemand is die
Dat is echt een typische goede professional wrestler. En die kan ook echt met iedereen een goede match hebben. Maar hij wordt een beetje op de midcard gezet in ieder geval. Hij is een beetje... Ja, dit jaar was hij dan deel van de Decade Stable. Maar uiteindelijk heeft hij dan een feud gehad met Adam Page. En dan ging ook van, ja, kom op. Roderick Strong kan veel beter. Hij is world champion geweest. En ik vind dat hij nog steeds world champion kan zijn. Dus vandaar, Roderick Strong vind ik ook underrated. Ja. Dus dat was most underrated. Dan promotion of the year. De tweede waar we het allemaal over eens zijn. Ja, precies. Hey. Promotion of the year. Ik heb zelf 3 promotions gevolgd dit jaar. New Japan, Ring of Honor, WWE. Brian heeft er 2. New Japan en WWE. En Victor heeft er 1. WWE. Dus ja, Victor, jij. Zal ik maar beginnen? Ik heb op 1 WWE. Ja, goed, klaar. Zo, maar ik... Wat vond je van WWE dit jaar? Zeg nog van dat. Wat ik vond... Ja. Ik vond naast het feit dat ze wat ups en downs hadden als je kijkt naar... dat ze toch Daniel Bryan miste als hun main star. Wat ze toch alweer in moesten vullen met Cena, helaas. Voor de 15e keer. Denk ik dat ze toch een goed jaar hebben gehad. Ja, ik ben tevreden over WWE. Tevreden is een heel groot woord, maar ik vond dat ze een goed jaar hebben gehad als je kijkt met wat ze hadden. Oké. Okay. Ik vind dat ze goed gedaan hebben qua het pushen van jong bloed erin. Of het altijd goed uitpakt is iets anders, maar ik denk dat ze het goed geprobeerd hebben. Ja. En als je kijkt naar hun... Ik denk dat hun SummerSlam vanaf Battleground, Money Bank zijn dat periode, dat hun beste periode was. De opbouw naar WrestleMania was heel goed. Dus de Road to WrestleMania was zoals altijd gewoon heel goed. WrestleMania was hartstikke goed. SummerSlam was goed. Nou. Okay. Night of Champions viel niet zo tegen als dat hij normaal deed. Als het normaal, want in herfst valt het meestal een beetje in. Maar ik denk dat ze toch nog wel goede dingen hebben gedaan dit najaar. Maar, en dan heb ik nog een honorable mention. Een? Honorable mention. Honorable mention. Een klein beetje gevolgd. Nee, niet NXT. Dat is geen promotion. Oké. Okay. Zo zien heel veel mensen. Ik heb geprobeerd deels te volgen, maar ik denk honorable Lucha Underground. Oké, okay, ja. Want ik heb toch de shows wel deels gevolgd. Ja. En wat ik ervan zie, belooft het heel veel. Oké, goed. Dus... prima. Oké, Brian, ja. Ja, ik moet toch nog iets zeggen, sorry. Ja, Brian, New Japan of WWE. Ja, 2 WWE. Ja. Zo! Verrassend! Nee, WWE heb ik daar iets te zeggen. Ja, ik weet wel van... Maar het gaat meer om het gaat meer richting de weekly show worden. Maar dat ik Raw, dat vind ik echt 3-urig, dat vind ik echt te lang duren en soms te saai. En dan heb je soms van die gasten die dan te vaak gebruikt worden met op de show. En dan, of gasten die waar je echt niks aan hebt, weet je. Dat is dan het minpunt puur al wat ik kijk, bedoel, ik heb niet elke week meer, dus ik kan niet echt alles bowlen. Dan kijk alleen Raw en Nee, goed. Maar dat zegt wel genoeg Raw. Ja, Raw, 3 uur, dat is veel te lang. Ja. Dus nou, dat vind ik dan ook weer een nadeel. En dan ben ik gestopt nou, met te kijken om 2015 wekelijks Raw te kijken. Dus ik kijk alleen echt dingen met mensen echt die me interesseren. Dit keer alleen Lesnar. Dus nummer 1 gaat dan worden New Japan, van Wrestling. Ja. Dat heb ik het hele jaar doorgevolgd. Ik heb, elke pay-per-view in het jaar heb ik gekeken. Het begon bij Kingdom 8. Dat vond ik. Dat was gewoon een goede pay-per-view. En dat heeft mij een leuke begin gezorgd, zeg maar. En dan kwam die New Beginnings pay-per-view. Daar begon het echt bij mij echt van oké, nu ga ik het echt. Volgen. Want ik had haar al een beetje gevolgd, maar dat was afgehaakt. En na 5 maanden of zo ben ik echt weer gekapt. Ja. En nu ben ik heel jaar door lang blijven volgen. Dus ja, maar gewoon, het gaat nou meer niet van dat ik de ene meer volg dan de andere. New Japan, die hebben ontzettend veel meer betere wrestlers dan de WWE's. Die hebben echt... Dat kun je echt gewoon starpower noemen, gewoon van die hebben cards op pay-per-views. Heb je de eerste, die hebben altijd zo'n intermission tussen. Dus de eerste helft heb je dan gewoon je mid-card matches, weet je, die al fucking vet zijn soms. En dan heb je je tweede deel van je card, van je pay-per-view.
En elke keer heb je 5 matches die echt gewoon pay-per-view quality zijn. Waar je echt gewoon van denkt van, oké, als je die 2 tegen elkaar zet, oké, dat worden gewoon pay-per-view quality matches. Dat is geloofwaardig dat dat in de main event staat of pre-main event. Dat is gewoon geloofwaardig. Ze hebben zoveel star power, ze hebben zoveel gastjes die je elke pay-per-view verschillend kunt zetten. En alsnog goede matches hebt, zeg maar. Dus er is zoveel keuze daar. Je hebt zoveel keuze om ergens fan van te zijn van New Japan. Vind ik. Dus het is altijd wel een aanrader om iets te zien. Maar vind je zoals Tanahashi dan de stijl van Shibata niet leuk, dan heb je alsnog iets anders. Dus, en niet, bij WWE heb je meestal, ja, heb je niet zoveel. Nee. En bij New Japan heb je dat wel. En ook meer van kijk ik ook meer op het beeld van hoe de fans naar de promotions kijken. Ja. Wat New Japan als toch als het nieuwe het nieuwe, hoe zeg je dat? Frisse promotion, zeg maar. Ze bestaan al lang, maar ze waren ook weer wat minder. Ja. En nou is het weer omhoog aan het krikken. En dan is het weer de nieuwe favoriet van de fans, zeg maar. Ja. De internetfans. Ja. Dus daar kijk ik ook naar. Dat is ook dan weer promotion. En ook gewoon hoe ze de matches promoten en de baby's promoten. Dus allemaal heel goed hoe ze dat doen. Okay. Dus bij mij is dat naar mee. Oké. Okay. Nou, de keuze verbaast me nog helemaal niks. Ja, ik heb ook New Japan op 1. Ik wil er ook even aan toevoegen dat, ja, zoals Brian zei, de roster is zo ontzettend goed. Ik kan zo 25 namen noemen die allemaal fantastische wrestlers zijn en allemaal aan de top kunnen zijn van New Japan. De roster is zo breed en gevarieerd, maar ook zo damn goed. En er is geen één New Japan show waar ik me verveel. Ja. Er is zoveel variatie en het is zo kick-ass. Sommige matches zijn zo fascinerend goed. Mm-hmm. Ja, New Japan die heeft zichzelf weer overtroffen. Vorig jaar waren ze fantastisch. Dit jaar waren ze waren ze beter. Sowieso de G1 was beter. Ja, het G1 toernooi, dat was een fenomenaal toernooi. Beste wrestling toernooi ooit. New Japan op 1 is geen kwestie over mogelijk. Dan gaat het tussen Ring of Honor en WWE. Dit vind ik zelf heel moeilijk. Ik vind dat Ring of Honor het eerste half jaar goed was, heel goed zelfs. Maar sinds Michael Elgin de title won, vond ik het minder. Ring of Honor heeft duidelijk zijn problemen met mensen pushen, daar hebben ze heel veel moeite mee. Maar WWE heeft dit jaar aan de andere kant wel weer veel mensen goed gepusht. Er zijn veel mensen doorgebroken en daar moet ik ze dan wel weer complimenten wil geven. Dus ja, het was wel moeilijk voor mij Ring of Honor en WWE, maar over het algemeen kijk ik met meer plezier naar Ring of Honor. Dus Ring of Honor komt voor mij op 2. En daarbij, als ik de flagship show van WWE, als ik die niet leuk vind, dan is het voor mij niet leuk om WWE te kijken. Dus ja, Raw kijk ik niet met plezier, over het algemeen. Nee. Dus dan is het voor mij geen reden om op 2 te zetten dan. Dus New Japan 1, Ring of Honor 2, WWE. Oké. Ja, best weekly television show. Brian, jij hebt alleen Raw gezien, hè? Ja, toch, Brian? Ja, alleen Raw. Alleen Raw. Ja, dus, en maar wat vond je van Raw? Raw dit jaar? Ik heb het net al eens uitgelegd van 3-uurig. Dat is te lang, vind ik. Ja. Dat is geen goede oplossing. En ze gaan... Ik weet niet hoe het komt, maar soms heb ik live gekeken en alsnog weten ze om langer dan 3 uur te zetten. Altijd kwart over 5 of zo ben ik pas klaar, weet je. Dus, ja. Ik weet niet hoe het komt. Wat er goed aan Raw is... laat ik beginnen met wat er slecht aan Raw is. Je hebt er soms gewoon matches waar je gewoon gereed aan heb gewoon. Want dan zet je de ene persoon die je wilt, nieuwe persoon die je wilt proberen te pushen, zeg maar, tegen de andere. En die zijn beide niet echt nog sterk genoeg, zeg maar, om dan echt niet om goede matches te zetten, maar gewoon om overtuigend te komen van ik blijf hier voor de main roster, zeg maar. Zoals je zei, er zijn dit jaar veel nieuwe talenten, ja. Maar je hebt dan niet, zeg maar, nog de duidelijkheid dat ze daar blijven. Want soms heb je van die gasten als
Bo Dallas en Adam Rose, en die blijven dan ronddwalen. En dan, ja. dan zie je ze bij eens een keer en denk je van, ja, dat skip maar gewoon. Ja, precies, toch geen ja. zin in. Mm-hmm. Dat gaat toch niks worden. Ja. Want je hebt dan wel gasten als, wie was dat nou? Als Rusev, weet je, die is wel een gediepe, die bleef dan. Dat vind ik wel weer het leuke aan Raw, vind ik dan weer Rusev. Dat vind ik een van de leukste dingen om te zien. Dat is wel zo'n gast die dan wel, waar ik echt naar kijk. Ja, maar ik denk dat het wel op een gegeven moment meer echt vervelende dingen had dan leuke dingen. Ja, nou, want op een gegeven moment was Raw gewoon elke week hetzelfde. Ja. Of, nou ja, de matches waren niet hetzelfde, maar de setup was hetzelfde. Nou, opening segment, ik zat wel tussen en dat je een six-man tag main event. Okay. Ik weet wel, er was een periode, heb ik in een maand tijd 3 keer setup alles tegen Rob van Dijk gezien. Dat was toch op SmackDown ook? Dat je op een gegeven moment dat je 3 keer smakt en dat je 700 tegen Dolph Ziggler. Ik heb ze wel toevallig alle 3 wel gekeken, niet geskipt, want gewoon, ik vind Rollins en Over die leuk, dus ik heb ze alle 3 gekeken, maar dat was alsnog een voorbeeld van. Ja, maar hetzelfde doen ze met de Usos en Stardust. Stardust en Goldust, ook veel te veel van Weekly. Dus als los wat er door is, dat die nog rondlopen. Ja, goed, oké. Maar goed, dus dat is het enige die je had, Brian, want verder heb je geen Weekly's gekeken, toch? Nee, verder heb ik geen Weekly's gekeken. Nee, dus dan is het automatisch de beste, maar ook de slechtste. Ja. Oké, Ik heb aan het begin van het jaar heb ik veel weeklies gekeken, dus ik ga het vooral op basis daarvan doen. Ik zet SmackDown op 3, want ik vond SmackDown altijd leuk om te kijken naar Raw. Het was ten eerste korte, maar het was ook, vond ik het geval dat de feuds daar ook gewoon doorgingen. En dat vond ik wel leuk om te zien altijd. En meestal kregen ze meer tijd voor de matches. Ik heb er meer plezier naar SmackDown dan naar Raw gekeken, maar het zegt nog steeds niet heel veel. Op 2 heb ik Ring of Honor. Ring of Honor, dat is altijd, ja, die hebben iedere week een aflevering van 3 kwartier, maar dat is altijd een leuke 3 kwartier van wrestling. Altijd. Ik heb Ring of Honor nog in het begin van het jaar gekeken. Maar, het waren leuke afleveringen, maar het is meer van hoe. Ik vond het toch niet interessant genoeg om dan nog verder te kijken. Oké. Ja, goed, ik vind het altijd een leuke 3 kwartier, dat is het dan. Het waren niet speciaal zo, maar het is gewoon leuk. Is dan wel weer het volgende dat 3 kwartier is, dan heb je het. Met de zon weer doorheen. Ja. Op 1 heb ik NXT, daar heb ik ook aan het begin van het jaar veel van gezien. NXT, dat is het beste wat WWE gaande heeft op het moment. Ik vind het leukste aan NXT, vind ik, dat er zoveel variatie van characters is. Maar ook dat iedereen die er is, die heeft een character. Iedereen. Dat is mooi, ja. En de storylines zijn heel goed. En de stars die gemaakt worden, noemen Sami Zayn en Adrian Neville. Alles wat daar wordt gemaakt is succesvol. En als je kijkt naar NXT, dan lijkt het op een independent promotion, maar met WWE's production value. En dat is voor mij heel aantrekkelijk. Dus ik ga dit jaar Ring of Honor waarschijnlijk vervangen voor NXT. Ik heb totaal geen interesse meer in Ring of Honor. Als NXT er is, dan kijk ik veel liever naar NXT. Dus vandaar NXT op 1 van mij. Kan ik inkomen. Ja, ik heb ik heb Raw geprobeerd te volgen, maar dat ook niet echt super goed, laat het zo zeggen. Ik heb NXT ook gewoon in principe in mijn hoofd ook gewoon boven Raw staan, wat ik gezien heb. Ja. Ik heb NXT geprobeerd echt goed te volgen vanaf sinds september. Dus de laatste 4 maanden. Ah, goed, dat zijn al genoeg. En naast daarvan SmackDown helemaal niet. Maar daarnaast heb ik dan wel weer Main Event gekeken. Oké. En Main Event vond ik ook wel leuk. Oké. Dus wat jouw top 3? Main Event, dan Raw, dan NXT. Omdat hoewel Main Event af en toe wel leuke matches heeft, zijn het meer suckers matches dan. Ja, Raw heeft toch nog de betere matches Star Power. Okay, ja. Maar er gebeuren gewoon ook wel leuke dingen op Main Event. Oké, dus kudos. Oké, dat waren de weeklies. Dan Match of the Year. Dit is waarschijnlijk. Dit is mijn favoriete. Die houdt me het hele jaar met deze. Ja, wie niet? Match of the Year. Wie is er budget? Dat is mijn beurt. Hey, ja, blind. Wat leuk voor je. Ik heb 3 matches, alle 3 van New Japan. En alle 3 van de G1 Climax. Oh. Ja, dat heeft Brian niet, dat weet ik al. Ik heb op 3 heb ik Tomaki Honma tegen Katsuyori Shibata. Van D8, uit mijn hoofd. Klopt dat? Ja, dat is D8.
ik vond dit een geweldige match. Dit was de beste brawl van het jaar, vond ik. Dit was ziek. Het ging helemaal nergens meer over. Dit was een beetje echt het niveau van Shibata tegen Ishii van vorig jaar. Dit is het enige wat er eigenlijk dichtbij kwam. En dit was echt een blow-away match voor mij. Niet echt zien dat Honma inderdaad gewoon de most underrated was. En dat Shibata een van de beste brawlers is. Dit is echt een geweldige match. Een van, ja, waarschijnlijk mijn favoriete match van afgelopen jaar. Maar niet de beste. Dan op nummer 2, Okada tegen Nakamura van de finale. Deze match betekende heel veel voor mij. Je had de twee leiders, soort van chaos, die dan tegen elkaar gaan. Nog nooit gebeurd. En de storytelling in die match was super sterk. En ook die fucking vette drie Rainmakers aan het einde. Oh. Ik vond deze match echt weergaloos. Dus op nummer 2. Op 1 heb ik Suzuki tegen AJ Styles. Dit was een perfecte match voor mij. Het is de enige match die ik in 2014 5 stars heb gegeven. Dit was een perfecte match voor mij. Het was zo perfect uitgewerkt. Alles zat zo perfect op zijn plaats. De selling van die twee was geweldig. En hoe ze uiteindelijk naar die climax opbouwden. Met al hun gezichtsuitdrukkingen. En al de counters. En ook de Bullet Club en Suzuki Gun Interference. Dit was gewoon een perfecte match. En de beste match van het jaar. Een van de beste matches die ik ooit heb gezien. Dus absoluut nummer 1 voor mij. Victor. Ja, ik heb alleen maar WWE matches. Ja, Vincent. Dan ben ik benieuwd. Waarvan twee singles matches en een grotere match. Oké. Okay. Nou, laten we bij 3 beginnen. Niet al te hard schrikken. Ik heb op 3 heb ik The Shield tegen de Wyatt Family op Elimination Chamber. Helemaal niet gek. Helemaal niet gek. Nou, dat scheelt. Want ik heb af en toe rare antwoorden gegeven. Nee, nee. Maar dit was de enige match waar ik echt naar uitkeek. Naast de Elimination Chamber match natuurlijk. Voor de rest boeide mij helemaal niks op Elimination Chamber. Ik vond de crowd fantastisch in deze match. Echt, ik denk dat als er één moment was in dit hele jaar dat je This Is Awesome mocht chanten voordat de match überhaupt begonnen was. Was het denk ik deze match wel. Ja, absoluut. Want dat vond ik zo mooi dat ze dat al deden. Van, alleen maar de presence in the ring, zeg maar, alleen al. Dat er alleen al voor zorgt dat die crowd al helemaal losgaat. Dat vond ik zo mooi. Ja. Ja, en de match zelf was gewoon ook fantastisch. Echt. Het ging van de ene naar de andere kant. En ik geloof... Ja, dit was de beste. Volgens mij hebben ze nog 3 keer of 2 keer nog een keertje op Raw gedaan. Maar dit is de beste. Ze hebben Raw ook wel weer goede accounts gehad. Ook een keer op Main Event zelfs. Ja. Toen ik het niet volgde dus. Dat heb ik ook wel gezien. Ja. Maar dit is hun beste encounter. Ik denk niet dat ze het op een weekly show beter hebben gedaan. Volgens Eiken wel. Ah. Volgens Eiken wel, maar ja, volgens mij niet. Dat is Eiken. Dat is Eiken, hè? Hierop heb ik 4,5 sterren gegeven, by the way. Oké. Op 2 heb ik van Payback die Last Man Standing match. Van Wyatt tegen Cena. Okay. Ja, kijk maar weer. Nee, helemaal niet. Maar van WWE zelf denk ik dat dit toch de single best match is. Als je kijkt, voor mij. Nee, maar ik heb nog een main, hè. Oh, ja. Maar ik denk dat als je. Ik vond dit echt een hele vette match. Ik denk dat. Hoewel ik eerst mijn twijfels had bij de Usos, ik heb hem nog een keertje gekeken. Ja, dat had ik toch zoiets van, dit werkt toch wel bij die match. Mm-hmm. Dat had ik in eerste instantie niet. Ik had in eerste instantie, fuck off Usos. Oh. What the fuck doen jullie hier? Okay. Maar dat was mijn eerste reactie toen ik de eerste keer keek. Ook zoiets van, wat doen jullie hier? Maar ik uiteindelijk heb ik wel zoiets steeds bijgedragen aan de match. Gewoon vette momenten in deze match. En ik... de losse single match, die voor mij echt voor Payback deed ook. Free match. Van genoten. Okay. Mijn nummer 2. En ik heb op nummer 1 heb ik van een paar weken terug Sami Zayn tegen Adrian Neville. Ja. Op Our Evolution. Echt, dit. Ik denk dat ik deze ook wel sowieso hoog heb gezet, omdat dit een pure singles match is. Zonder poespas erbij. Geen Extreme Rules of weet ik wat, waar je het eventueel nog uit kan halen. Dat je het nog beter kan maken. En deze match is gewoon een one-on-one confrontation. Twee upcoming stars. Echt fantastisch gewoon. Legt de lat ontzettend hoog voor TLC. Huh. Gewoon die hele pay-per-view legt de lat hoog voor TLC. Maar deze match alleen al had gewoon... dit is gewoon een klassieker. Ja. Als je geen NXT gekeken hebt, kijk dan alleen Our Evolution. Gewoon puur voor deze match.
of kijk het hele evenement, want het is gewoon awesome. En dit is de beste match in mijn ogen. Ik ben het mee eens dat dat de beste WWE match is dit jaar. Als ik nou alleen WWE zou doen, zou ik op 2 zou ik de Fatal 4 Way doen. Van de Reigns. Oh, van de NXT ook. Nee, niet van Fatal. Dat was het. En op 3 zou ik de Cell doen tegen de Ambrose en Rollins. Maar goed, dat is WWE. Oké, Brian, wat heb jij? Ja, ik ga wel een WWE en een New Japan versie doen. Ik had al een ranking gemaakt van Matches of the Year. Je kunt hier nu even reclame maken voor je kanaal, Brian. Ja, ja, die staat op mijn kanaal, de Brian heeft de TV 2013. maar uit mijn ranking bleek dat mijn top 25 alleen maar New Japan matches waren. Ja, dus dan heb ik maar alleen een top 25 van New Japan gemaakt. En dan ga ik hier speciaal voor deze kanaal mijn top 3 van de Wii doen. Ja. Die weet ik nog uit mijn hoofd, want dat heb door de jaren heen weet ik dat nog allemaal. Op nummer 3 ga ik, het is moeilijk, maar ik ga voor de Survivor Series Tag Team Match. Dus Team Cena en Team Authority. Okay, nee. Je moet Luke's gezicht nu zien, jongen. Ja. Dat had ik in de gaten. Daarom dacht ik van, het gaat moeilijk worden dat ik deze als nummer 3 kies. Maar... Nee, is goed, joh. Maar ik had in eerste instantie ook eens een hekel aan die match toen ik het live keek. Ja. Maar ik heb het nog eens gezien en toen gaf ik het 4 okay. en 4 en dan nog eens die hele pay-per-view gezien. Dan gaf ik het 4,5 sterren. Okay. Dus het is gewoon, het leek live, leek het een raw main event, maar als je het nog eens kijkt dan was het echt gewoon een awesome match. Okay. Op nummer 2, die had ik al jaren, maandenlang had ik dat echt match of the year van WWE. Dat was Cena tegen Wyatt Last Man Standing match op Payback. Dat had precies hetzelfde met Victor. Ik dacht van, wat de fuck doen de Wyatts en de Usos hier. Maar achteraf was het gewoon, maakte de match nog iets beter. En op nummer 1 heb ik ook Zayn tegen Adrian Neville op NXT. Revolution was het toch, hè? Ja. Revolution. Ja, dat is de enige match die ik nog even van dag 4-3-4'de. Dus, ja, okay. Ik heb hem zelfs 4-3-4 gegeven. Ja, ik dacht van ja of nee. Dus, dan van New Japan. Dan komt mijn top 3. Ja. En dit is wel een mooie top 3. Ja. Want elke match heeft dan wel iets waar ik echt mee heb. Want je hebt 25 top 25 maken, dat is wel leuk. Ja. Maar je hebt dan wel matches waar je van denkt van, oké, hoe begint het ook alweer, want die ben ik al vergeten. Ja. Oké, maar dan komt mijn top 3 aan. En nummer 3 is Naito tegen Ishii op New Beginning in Osaka. En dat heb ik er net al uitgelegd, dat is de eerste match waar ik echt van dacht, New Japan, dat ga ik volgen, dat vind ik echt vet. Dit is echt de voorbeeld voor die reden. Dus dit was echt gewoon zo'n ontzettend awesome match. Ja. Ik heb echt op budget op mijn stoel gezeten en ik wist gewoon niet wat ik aan het kijken was. Dat was echt zo vet. Ja. Nummer 2 heb ik AJ Styles tegen Suzuki. Hey. Five star of niet, ja, het blijft gewoon fucking awesome. Het vond echt vet. Dat leek me een beetje denken aan Enkel tegen Benoit met die crossface enkellakken reversals. Dat vind ik altijd mooi om te zien. Dus bij mij is dat altijd een positief iets als je dat doet in de match. Dus dat was gewoon fantastisch. Nummer 1 heb ik, dat heeft Luke niet, heb ik Shibata tegen Tanahashi op Kobe. Niet eens dichtbij voor mij. Nee, ja dat heb je niet. Maar ik heb ernaar gekeken en ik dacht van, oké. Ik weet dat mensen hier hebben 5 star voor gegeven, dus ik ga daar komt met heel veel anders in. Ja, ik denk van normaal doe ik dat nooit, weet je. Normaal heb ik altijd, geef ik toch altijd lager. Maar hier, dit was echt een match, echt sprakeloos. Na die match dacht ik van, wauw, weet je. Dat is echt zo. Je kunt een match awesome vinden, je kunt een match fantastisch vinden, je kunt een match geweldig vinden, maar dit was echt zo'n... Iets anders. Dat was iets anders. Dit vond ik echt prachtig. Dat is echt gewoon. Je had niet. Weet je, kijk, je hebt bij matches van Ishii of zo bijvoorbeeld, heb je meestal finisher en kick-out, weet je, en dan dat maakt die match echt zo awesome. Maar dit had niet zoveel finisher kick-out. Nee, helemaal niet. Dit had echt
Storytelling. Ja, dat was totaal anders en dat vond ik zo mooi en er staan voor mij Match of the Year. Oké. Okay. Ja, ik zie wel waarom je dat nummer 1 kan vinden, maar ik zelf vond de G1 match van beter. No. Ik heb ze beide 4-1-4 gegeven voor de record. Oké. Dan gaan we naar Rookie of the Year. Ja, en ik mag beginnen. Ja, Rookie of the Year wilde zeggen iemand die dit jaar pas echt naar de main roster van WWE is gekomen, of New Japan of whatever. Oh, dat zijn NXT daaronder? Nee, ja, NXT vind ik... Ik weet niet, ik vind NXT de rookie brand, eerlijk gezegd. Ja, maar dan zou je... Oké, laat me horen wat je hebt. Nou, een rookie gaat omdat je maar dit jaar echt pas in actie bent gekomen. Ja. In dat je dit, ja. Ik heb er twee. Goed, heb je. Ik heb er twee. Oké. Okay. Ik heb Neville Zane. Ja, maar ik vind Zane dus totaal geen rookie. Nee, maar ik wist anders niet wie ik moest en hebben. En Neville ook niet. Nee, okay, maar ik wist het anders echt niet. Oké, okay, goed. Ik heb eigenlijk een beetje gewoon naar NXT gekeken. Ja, goed. Mag ik dan? Ja, maar. Ja, ja, maar. Nummer 1, Rusev. Ja, heb ik ook. Oh, dat is een rookie. Oh. Ja. Wat slecht, zeg. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Wie heb je nog meer, Brian? Ja, ik weet niet of ik echt een top 3 van kan maken. Oké. Okay. Ik heb alleen Raw gekeken en bij New Japan. Of, ja. Zou ik daar rookies kunnen zien? Nee, ja, dat weet ik niet. Ook pas van het begin van het jaar, dus ik weet niet wie nog daarvoor nog was. Nee, precies. Nee, dus, ik heb nog. Ik heb ook Rusev op 1, omdat het enige dat die rookie is eigenlijk. Ja, Okay. Dat kan er niet zo hard. Dus je had maar weinig keuzes. Okay. En Rusev debuutte ook bij NXT dan pas eind van 2013. Dus ja, precies. Dus dat kon je ook niet meer weten. Telt wel als rookie. Ja. Okay. Ik heb op 2-3 heb ik Sho Tanaka en Yoi Komatsu. Dat zijn twee van die. Oh, die ken ik, ja. Ja, twee van die vanilla wrestlers. Ja. Met allebei een kort zwart broekje, allebei zwart haar. Zijn even groot. Ze staan dan in dark matches meestal. Ja, of ja, een dark match hebben die, of die hebben dan de opening match van een of andere Road 2 show. Maar ik vind ze altijd leuk om te kijken, en dat zijn leuke rookies. Ja, goed. Maar goed, het is niet echt een award waar je veel over kunt zeggen. Ja, we hebben het al genoeg gehad over Rusev, dus, ja. En we zijn al lekker lang bezig, dus laten we een beetje... Mm-hmm. Oké, okay, beste... Nou, we moeten ook heel wat geloven. Ja, klopt, maar de Class B Awards gaan staan, maar dat is alleen maar één. Oké, okay, ja, beste non-wrestler, dus dat is iedereen die... Ja, nou ja, niet wrestle. Oké, Brian dan. Hier. Non-wrestler. Zeg maar, non-wrestler. Nou ja, Triple H is wel wrestler geweest dit jaar. Ik zou Triple H zijn dit jaar wel non-wrestler. Als je hem zeg maar wil waarderen om zijn rol als non-wrestler, kun je hem wel inzetten. Ja, nee. Ja, dan gaat het bij mij tussen Triple H en Heyman. Oké. Okay. Ik ga niet de nummer 3 kiezen dan, want dat is dan weer... Ja, misschien okay. Lana, maar... Ja, precies, ik heb Lana. Ik heb ook Lana. Dat wordt dan bij nummer 3 dan. Nummer 2 wordt... dat is moeilijk. Ik ga toch voor Triple H nummer 2. Okay. Want niet altijd was zijn authority periode leuk. En nee, precies. Bij Heyman wel, dus ja. Heyman ga ik op nummer 1 zetten. Oké, okay. Ik heb genoeg over Heyman uitgelegd. Dus ja, precies daarom. Dus, ik heb Lana op 3. Ik vind Lana echt zo iemand die wil je gewoon keihard bangen, maar aan de andere kant wil je gewoon dat ze de back houden. En dat is gewoon perfect. En ze werkt heel goed samen met Rusev. Ik vind het een hele goede non-wrestler. Ja. Heel goed aan de mic, veel charisma, maar goed, dat is Lana. Ik heb op 2 heb ik ook Paul Heyman, om redenen die we al hebben besproken. Ik heb op 1 heb ik Stephanie McMahon, omdat ik echt vind dat zij als iemand die niet in actie is, ze is een geweldig persoon. Zeg maar, haar character is geweldig. Het is echt, de dingen die ze zegt soms, dan denk je echt, fuck off. Ik haat je. En ja, het is echt een bitch is het. En dat heeft niemand echt zo goed zo in mij sterk, kunnen opwekken, ja, als Stephanie McMahon. Nee. En dat zei Victor ook al in zijn discussie over de beste feud. Dus ja, Stephanie is zoveel verbeterd wat dat betreft. En ik vind haar een van de leukste personages in wrestling op het moment. Dus vandaar Stephanie op 1 bij mij. Ja, en ik heb Lana op 3 ook. Okay. Om een soortzelfde redenen. Ja? Ook mooi, echt gewoon nieuw ook. Op main roster en doet het ook echt goed. Ja. Oké. Okay. En ik heb Stephanie op 2 en ik heb al Heyman op 1. En ik heb puur Heyman hoger gezet omdat ik Heyman waardeer om hoe
gewoon hoe hij dat doet. Oké. Om redenen eerder goed. Ja, oké, okay, nou goed. Dat, en Stephanie natuurlijk, maar die heeft Stephanie. Ja. Goed. Oké, dan de Television Announcer Awards. Ja, bij WWE heb je het natuurlijk, ja, je hebt er maar drie eigenlijk. Tenzij ook andere. Ik moet je wel eerlijk zeggen dat ik die van NXT heb meegenomen. Oké. Okay, hierin, nou, want voor de specials dan, als je. Oké. Okay. De pay-per-view van NXT. Ja. Als je die even meegenomen. Ja, prima. Ja, tuurlijk. Ik was aan de beurt. Anders wordt het een heel vervelend lijstje. Ik doe ze even de beste en de slechtste doe ik even gelijk. Dat gaat wel sneller. Ik heb als beste heb ik. Op die heb ik Steve Corino van Ring of Honor. Omdat Steve Corino, dat is echt. Dat is, yeah. Het is zo grappig. Hij is een. Dat was ik vergeten, man. Ik nou het is de bedoeling dat hij een soort heel commentator is, maar hij doet het niet geforceerd. En hij is eigenlijk alleen maar voor Adam Cole, zeg maar. Maar hij is ook heel erg tegen de decade bijvoorbeeld. Dus, maar Steve Green, hij heeft zo'n leuke manier van commentaar geven. Dus Steve Green op 3. Ik heb op 2 heb ik Kevin Kelly. Dat is dan meer de play-by-play commentator van Ring of Honor. Ik vind dat hij het heel goed doet eigenlijk. Ik heb echt helemaal niks op, aan te merken op Kevin Kelly. En dat is blijkbaar al genoeg om op 2 te hebben. Nee, ik vind echt dat hij heel goed het verhaal van de match naar voren kan brengen. Hij is ook echt oprecht enthousiast over alles. En hij is niet irritant en geforceerd. Dus ik heb Kelly op 2. Op 1 heb ik, ik heb opgeschreven Japanse gasten. Ik zou ook Japanse gast zeggen. Die gast die altijd wordt aangevallen door die Izuka, weet je wel, met die body spray. Die vent is fenomenaal. Ik versta geen woord van wat hij zegt, maar alles wat hij zegt geloof ik. En zijn enthousiasme is weergaloos. Dus, ja, ik kan uren naar die gasten luisteren. Dus ik heb Japanse gasten, heb ik op 1. Ja. Ja, en als slechtste heb ik eigenlijk bijna heel WWE's announced team. Ik heb Jerry Lawler heb ik dit jaar op 1. Ik vind Jerry Lawler verschrikkelijk om naar te luisteren. Het gaat echt te ver. Het is zo. Het Engels woord is obnoxious. Het is misselijkmakend soms. Zeg maar hoe ontzettend erg hij voor de faces is. En dat hij altijd alles faces. En geforceerd. Ontzettend geforceerd. En ik kan gewoon niet meer met plezier naar hem luisteren. Alles wat hij zegt neem ik niet meer serieus. Dus Jerry Lawler op 1. Op 2 heb ik Renee Young. Ik heb haar een paar keer op NXT aan de commentary table gehoord. Maar ze is heel erg, heel kinderlijk, geeft ze commentaar. Weet je, als ze dan een move is, dan zegt ze, oeh, dat we pijn hebben gedaan. Ze mag lekker interviews geven, daar is ze prima in, maar announcen kan ze niet. En op 3 heb ik JBL. Ja. Ik vind JBL soms grappig, maar hij kan ook zo bloedirritant zijn. En ik denk dat er meer dan genoeg over die announcers gezegd kan worden, maar het is... JBL 3 voor mij. Dus beste slechtste voor jou, Victor. Nou, zal ik ook met de beste beginnen? Ja, wat zou je doen? Hallo? Hallo? Oké. Zijn we weer. Ja. Wat laat dat zo? Victor's internet viel eruit. Ja, met weer dus, door mijn lieve huis genomen. Ik hoop dat mijn stukje er nog bij was, maar we gaan gewoon verder met Victor nu. Over de television announcers. Zeg maar. Ja, ik wil beginnen met de top 3 van de beste announcers in mijn ogen. Ik heb Renee Young op 3. De kans dat dit heel gek ging van Ria zat er toch al in. Ja, dat zou weinig, ja. Dat was logisch. Jij vindt Renee Young kinderachtig. Ik vind het in principe een leuke announcer om naar te luisteren. Oké. Dat vraag ik op. Goed, en ik heb Jerry Lawler op 2. Ons beste? Ja. Ben je ziek? Nee, van alle announcers die WWE op de main roster heeft, vind ik Jerry Lawler het minst vervelend om naar te luisteren. Ja, oké, okay, laat het zo zeggen. Oké, okay, prima. Goed, en dan, ik heb op 1 Byron Saxton van NXT. Dat is die... Die 9. Ik vind het een leuke nieuwe announcer. Ik heb hoop voor hem. Hij brengt het leuk. Hij brengt het gewoon goed. Hij houdt het verhaal wel een beetje in de match. Ik heb goede hoop. Okay. En honorable mention is Corey Graves. Okay. Corey Graves doet het heel goed van wrestling naar announcing. Oké. Okay. Dus, kan ik vinden. Ja, nou. Maar kan wel in Corey Graves. Corey Graves dan maar die andere taal. Nee, dat kan ook niet. Oké, slecht. De slechtste. Ik heb op 3 JBL, want ik erg me helemaal dood aan JBL. Ja. Ik vind JBL helemaal niet grappig, ook niet soms. Ik vind het echt vervelend. Vervelend, ik denk ook af en toe, wat doe jij hier? Mm-hmm. Ja. Maar goed, dat kan aan mij liggen. Dan ga ik verder mijn woorden ook niet aan vuil maken. Ja, ja.
Je hebt er niks meer aan. Op 2 heb ik Booker T. Booker T die zit af en toe wel eens in die panels en is nu vast wel announcer, dus ben er maar aan. Ja. Als je ooit wel gaat kijken. In 2014 heeft hij niet veel. Helemaal niet. Jawel, dat begint toch. JBL. Goed, dan is het puur om hun panels. Nou, oké, prima. Dus maar dat is gewoon iemand hebben en ik haat Booker T. Maar dat is geen television announcer. Nee, goed. Oké. Okay. Maar Booker T dan? Oké. Okay. Ik die heb dikke haat aan Booker T. Oké. Okay. En ik heb op 1 Michael Cole. Michael Cole vind ik dit jaar absoluut niet de slechtste. Nee, ik vind hem verschrikkelijk. Ik vind dat hij veel meer zijn best doet. Om enthousiast te komen. En Michael Cole vind ik als face minder irritant. Dat is wel zo, maar hij is meer alsnog vervelend. Maar hij is meer, zeg maar, hij praat alles nu veel beter goed. En in plaats van dat hij, zeg maar, op alles gaat crappen wat hij eerst deed. Okay. Dus ik vind Michael absoluut het slechtste. Dus, oké, Brian, wie heb jij? Nee. Wat zijn slechtste? Waar moet ik eerst beginnen? Wat jij wil. Wat jij wil. Doe wat het slechtste eerst. Oké. Okay. Op 3 wordt dat dan JBL. Ik vind gewoon die hele commentary team is gewoon slecht gewoon. Maar van die 3 komt 3 komt JBL. Waarom JBL 3? Ja, dit jaar is bij hem echt veel minder leuker. Gewoon. Het begint soms irritant te worden ofzo. En dan gewoon van de BAM is het bezig van steeds dezelfde shit, zeg maar. Op 2 heb ik Michael Cole. Michael Cole, zoals Lucas zei, heeft dit jaar wel wat leukere dingen. Een hoogtepunt vond ik Sting's debut of Summer's Series. Ja. Dat was zijn hoogtepunt van hoe hij het goed kan doen. Dat hij het goed kan doen. Ja. En op 1 heb ik dan Lawler. En puur Lawler, de reden is dat dan. Luke zei dan van. Het is allemaal zo ongeloofwaardig. Dat hij voor de faces altijd is en zo. Maar puur van hoe ik het nou vergelijk met hem van nu en hem van vroeger. Ah ja, ja. Als je kijkt naar zijn potentie, zeg maar. Ja, zo'n groot verschil is het dan. Ja. Nou zit hij daar maar een beetje bij als derde puppet, zeg maar. Eerst was hij gewoon, gewoon de nummer 2 gewoon, maar hij was er wel. Ja. En nu is hij de nummer 3 geworden en dan is het nog zo lage nummer 3 dat niet meer echt, is niet meer leuk. Nee. En het is gewoon niet meer leuk van die grapjes van hem, weet je. Dat is ook niet. Maar soms wordt hij van die grapjes. En bij Michael Cole vind ik nog wel eens vervelend van. Het is niet echt van dat hij. Dat hij slecht is of zo, maar bij hem is het soms gewoon. Ik vind het gewoon. Hij is het niet. Ja, soms is het gewoon zo saai of dan begint hij een verhaal te vertellen van. Over de persoon en dan doet hij dat op zo'n manier waar je denkt van. Of dan. Ja, een goed voorbeeld is. Bijvoorbeeld is een championship match. En. Elke keer heb je dezelfde gedoe met. Oh, deze title hebben deze Hall of Famers gewonnen. En reed je nog deze match toe voor deze title. En dat soort dingen. Het is steeds dezelfde. En steeds dezelfde namen, steeds dezelfde matches als voorbeeld. Dus dat vind ik dan ook weer van. Het begint ook weer single shit te worden. Zelfs bij JBL, single shit. En bij Lala is het gewoon. Ja, het is gewoon niet meer, is gewoon niet meer leuk. Ja, het is vervelend aan de hele WWE Nights team is ook wel dat ze gewoon. Zelfde bijna ook geen reden om te geven. Ja, als je bijvoorbeeld wel eens Raw kijkt, dan hoor je ze over hele andere dingen praten. En dan is het ook wel een fuck match voor, weet ik veel, Adam Rose of zo. Maar dan hoor je ineens Michael Cole roepen: oh, en Adam Rose has won the match. Ja, terwijl ze dan, weet ik veel, zelf hebben ze het over nieuwe boeken dat ze hebben gelezen of zo, weet ik het. Over iets heel anders, of over wat er net gebeurd is in de openingssegment. Dan heb je gewoon een openingsmatch die nergens over gaat. Nou, dan ga je het er gewoon ergens anders over hebben. Denk ik wat het meest irriteert aan gewoon WWE Now's team in het geheel, is dat ze het niet over die matches kunnen hebben. En dat is ook een van de redenen dat ik geen Raw kan. Ja, dat kan me voorstellen, maar... Ja, dat was dan de television announcement dan, de laatste Class A Awards. Dus de laatste ik word nog de beste. Oh, sorry. Ja. Nou,
in eerste instantie zou ik maar één kunnen kiezen. Maar nu, ja. Nu Luke zijn ding is, dan heb ik, ga ik toch een top 2 doen. Want 3 zou ik niet echt kunnen weten. En top 2 is dan Steve Camino. Gewoon omdat hij er is. En nummer 1 is gewoon ja, die Japanse gast. Ik weet niet hoe die heet, maar... Nee, ik ook niet. Die mark-out gast van... mark-out Japanse gast. Ja. Die kan het zo leuk noemen. Ja. Oké, dan de laatste Clash A Awards. De laatste met een top 3. Best Major Show. Dus dat is niet television episode. Nee, dat zijn pay-per-views. Maar het hoeft niet per se pay-per-view te zijn, het moet gewoon een grote show zijn. Dus het zouden ook specials kunnen zijn. Ja, precies. Best Major Show voor mij, ik heb er 3 en die zijn alle 3 van de G1 Climax. Verrassing. Ik heb op 3 heb ik Day 1. Ik had Day 1 gekeken de dag nadat Battleground had gekeken. En dat is toch echt een gigantisch verschil. Ja, Day 1 is voor mij een van mijn favoriete pay-per-views dit jaar. Het is een hele goede opbouw qua matches en meerdere geweldige matches. Day 8 staat op nummer 2. Dat is waarschijnlijk de beste card qua wrestling geweest. Want er waren 6 geweldige matches van de 10. En je had Honma tegen Shibata, waar ik het over had. Je had Tanahashi tegen Nakamura, die geweldig was. Geweldig. En ik heb op 1 heb ik D7. Dat is voor mij de beste show van het jaar. Want D7, die had niet alleen de fantastische wrestling, maar die had ook de geweldige sfeer. Het was een heel klein, hele kleine arena. Ja. Maar de crowd was fantastisch. En die had ook meerdere geweldige matches en één fenomenale match met Styles tegen Suzuki. Dus allemaal G1 matches voor mij. Ik ben benieuwd wat Victor heeft. Ik heb specifiek alleen naar WWE gekeken en niet de specials van NXT meegerekend, omdat ik het gewoon Maar die kun je nu nog bijdoen? Kan ik er nu nog bij doen, dus ik ga waarschijnlijk allemaal een matchen. Ik ga mijn top 3 niet aanpassen. Kun je hem gewoon bijdoen? Kan hem erbij doen. Kan niet. Nou, laten we dan zeggen dat in ieder geval R-Evolution de beste NXT special was. Ja, oké, maar wat is de beste match show in het algemeen? Ik ga gewoon met 3 beginnen. Ja, prima. Ik heb op 3 heb ik Night of Champions van WWE. Dat van de secondary shows, dus van de niet major semi show, major Big Four. Big Four is dat denk ik de beste geweest in mijn ogen. Een paar goede matches hebben ook Lesnar, Cena, Jericho Orton, Cesaro Seamus. Ik zat hem te zoeken. Tag titles match was leuk. Ja. Seth Rollins die Roman Reigns verslaat met een forfeit vond ik heel leuk. En dan Dean Ambrose return vond ik leuk. Eigenlijk zit er niet echt een heel erg dol momentje, een zijn momentje in deze pay-per-view. Het was lekker doorheen te zitten. Ja, goede pay-per-view. Op 2 heb ik SummerSlam. Okay. Vond ik toch net ietsjes beter dan Night of Champions. Ik denk dat dat vooral komt door de goede storylines en de eerste van de 2 Cena-Lesnar matches. Ik vond die eerste toch leuker dan, maar dat komt vooral omdat Cena helemaal elkaar had gemet, denk ik. Dat was altijd wel een keer leuk om te zien. Altijd een keertje gewint op pay-per-view, niet op een Raw, weet je wel, dat Cena uiteindelijk toch al wint. En dan heb je goede storylines van, in principe van Jericho Wyatt is in principe ook wel een redelijk goede storyline, niet de beste, maar het kon ermee door. En de match was zeker wel wat beter, zeker wel ietsjes beter dan wat ze op Battleground hadden neergezet. Dan had je nog Ribella tegen Stephanie McMahon was heel goed. Jack Swagger tegen Rusev in die flag match was goed. Nou, dan kun je nog wel even... En Orton tegen Reigns was ook heel goed. Ja. Dus, is goed gedaan. Soms was ook heel net goed. Net als vorig jaar. Ja. Dat was goed. Ja. En ik heb dan op 1 heb ik WrestleMania. Ja. Logisch. Wel. Verrassend, nee. Logisch. Ja. Ik zou het zelf doen. Ja. Ryan. Ik weet niet precies wat ik in New Japan previews allemaal had gegeven, maar ik weet wel dat op Day 1 had ik op nummer 3 dan, 9,25. Ik had Day 8 had ik op 2, 9,5 en Day 7, 9,75, nummer 1. Ja, dus, hetzelfde als jou volgens mij, ja. WrestleMania geef ik wel een honorable mention, dat was, daar gaf ik een 9 voor. Maar dan gaf ik al een 9 voor na de eerste match. Dus
Toen alleen live, dat Daniel Bryan Triple H. Toen ik live keek, gaf ik het al 9, weet je. Dus ja. Maar na de hand had ik nog eens gezien in de geheel pay-per-view is een 9. Maar dat zei ik van hoe goed die WrestleMania was. Zo. Dat bedoel ik. Dat wil ik niet zeggen. Ja. Voor de rest, Day 7. Daar heb ik zoveel matches staan in mijn top 25. Van D1 bedoel je, of D7? Ja. D7, ja. Daar heb ik, wat was het, de 3, nee, 2, 3, 4, 3 vierde en 3, 4,5 matches. Ja, dus het is echt gewoon niet meer normaal van hoe goed die show was. Hoe goed die show was. Dus dat is het enige wat ik nog wil toevoegen, want voor de rest heeft Luc. Ja, D7 is, zou ik ook een van de beste shows noemen die ik kort heb gezien. Maar, ja, dat Worst major show, daar hoef je er maar eentje voor te noemen. Wie is een beurt, is het? Victor? De mijne. Wat was de slechtste major show van WWE? TLC. Ik TLC. Oké, waarom TLC? Omdat TLC heel snel mijn interesse verloor. Ik heb ook niet heel veel interesse in de show. Het enige waar ik echt naar uitkeek was Harper Ziggler en. En Bros Wyatt leek me wel interessant, TLC, voornamelijk dat ze op Survivor Series nogal de bal hadden laten vallen, om het zo maar te zeggen. Kijken wat ze ermee gingen doen, kijken of ze zichzelf konden rechtzetten. Maar de enige, dat Harper Ziggler was match of the night. Daarna kakte het vreselijk in. Mm-hmm. Moet je eerlijk zeggen dat me op een moment verbaasde dat Cena tegen Rollins een match 4 was. Dat had ik niet 1-2-3 zien aankomen, eerlijk gezegd. Maar ook dat was geen goede match. Er was veel te veel gedoe met J&J Security. En tegen de tijd dat je bij de main event was, had zelfs de crowd er geen zin meer in. Dus dat neemt niet weg van dat het wel gewoon een solide main event was. Het was geen super main event, maar het was beter dan wat Cena Wars had laten zien, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Maar het was gewoon dood. Ja. Niemand had er meer zin in. De show was gewoon slecht. Ja. Er zat helemaal niks op. Waarom moest ik in hemelsnaam een stairs match? Dat soort dingen allemaal. Het was echt niet weg. En volgens het is geloof ik ook de enige debut die ik dit jaar onvoldoende heb gegeven. Oh, oké. Okay. Nou, en jij hebt waarschijnlijk Survivor Series onvoldoende gegeven. Ja, ook. Maar goed, ik heb nog meer onvoldoende gegeven. Dat kom ik zo op. Brian. Ik ga ook van TLC. Nummer 1. Oké. Ja, het was gewoon. Kijk, je had er wel 2 of 3 van die goede matches, maar dat. Fijn. Harper en Ziggler vond ik wel een goede ladder match, maar that's it een beetje. Het was niet van dat ik echt iets geweldigs zag of zo. Nee. Ik vond, ja, dat was dan misschien nog het enige match die ik echt leuk vond, maar bijvoorbeeld wat je Cena Rollins had, vond ik dan nog wel net nog goed, maar het was nog van, ja, het was ook heel lang en de main event vond ik sowieso heel saai al. Het was gewoon gewoon al te vaak gebeurd was. Ja. Je had drie of vier keer dezelfde match type, ja, andere matches hebben wat hetzelfde betekent, zeg maar, als een Wyatt. Ik zeg hem niet dat Cena Rollins echt slecht was. Nee, maar je ziet gewoon dat ze het op Raw beter doen. Op Raw hebben ze betere matches gehad. Nou, dat kan. Dat weet ik toevallig. Je matches heb ik niet gezien. Ik vond Raw singles matches gewoon beter dan hun tables match. Voor de rest op TLC had je echt Ryback, Kane en Aaron Rowan tegen Big Show in een stairs match. Geen Aaron Rose match volgens mij? Nee, geen Aaron Rose. Nee, ik heb gisteren gezien. Je had nog misdaad tegen de Oezo. Dat was ook zoiets. Algemeen gaf ik er volgens mij een 4 voor die PvU. Dus ja, dat zou wel. Ik heb 4,25 gegeven. Ik heb 4,5. Als ik alleen naar de WWE zou kijken, zou ik het ook TLC doen. Mijn review daarvan kun je kijken op ons kanaal. Die heb ik gisteren geüpload. Ik heb Survivor Series zou ik dan de 1 na slechtste noemen, daar heb ik ook al veel over gerant. Maar de absolute slechtste show dit jaar vond ik van Ring of Honor, Field of Honor, in augustus. Het was in een open arena, in een honkbalstadion. Dit ging falikant mis. De crowd die was verschrikkelijk. Echt, die hele show liet zien wat er mis was met Ring of Honor, gewoon even in 2,5 uur.
Ik haatte deze show. Ik kon niet wachten tot hij erbij was. En dit is absoluut de slechtste show die ik heb gezien dit jaar. Dus Field of Honor voor mij. Oké. Best wrestling maneuver. Oftewel je favoriete move. Je favoriete move? Ja, en dit kun je ook, zeg maar, ligt er een beetje aan wat je daar leuk vindt. Zeg maar, als je denkt van, ja, fuck, ja, deze match vind ik altijd, deze move vind ik altijd zo mooi. Of meer hoe de crowd erop ingaat. Zeg maar, je kunt het op verschillende manieren opvatten. Wie zijn beurt is het? Het is Brian's beurt. Brian, wat is jouw favoriete wrestling maneuver? Beste. Ray Maker. Ja. Ja, nu je het zegt. Want dankjewel. Had je nog niks ingevuld tegen? Ja, Ray Maker heeft de afgelopen 2 jaar gewonnen namelijk. Ja, ja. Ray Maker. Ik dacht eerst van, nou, over Ray Maker even vertellen. Van, ik had al gezien van, het had een keer die allemaal had gewonnen. Dus ik had er veel van verwacht. Ja. En dan in eerste instantie, dat was in januari, dus dacht ik van, oh, dit is gewoon zo'n clothesline. Het is gewoon een clothesline. Maar dan door de jaren heen zie ik die move, die Rainmaker. En denk ik, oh, dat is echt een vette finisher. Dat zou, wacht, ik ga even top 3 proberen te fixen. Dus dan Rainmaker, F5 sowieso en... Dat was het wel, dus F5 okay. Rainmaker. Ja, okay. Een van die twee. Ik ga niet echt één kiezen. Oké, ik zat heel lang te denken aan Rainmaker. Want wat is met de Rainmaker? Op het moment dat Okada dan zijn pose doet, en dat de camera zo uitzoomt en de hele crowd helemaal wild wordt. En ook zeg maar alle counters die je kan doen op een Rainmaker. En iedere keer weer verzinnen ze opnieuw. En ook als je hem dan raakt, is altijd een overwinning. En dit is een prachtige move om naar te kijken. Dus ik snap waarom iemand daarop zou stemmen. Ik zelf heb er eentje waarvan ik zeker weet dat hij niet gaat winnen. Dat is de spinning backhand van Katsuyori Shibata. Haha, ja. Fucking hell. Iedere keer dat hij doet, ik spring uit mijn stoel. Ik heb ook zo'n prachtig gifje van hem tegen Tanahashi toen. Zeg maar, het idee is dus, als hij aan het brawlen is met iemand. He, dus steeds gaat er iemand met zijn elleboog, dan weer een elleboog, weer een elleboog. En dan komt hij met zijn spinning back en pats! Gewoon knockout. Ik vind dat zo'n prachtige move. Mm-hmm. En hij komt zo. Ik wil me niet voorstellen hoe fucking veel pijn dat zou moeten doen, man. Echt, en met de snelheid die erachter zit. En dan die kop van hem die erbij trekt. Ja, het is voor mij de meest indrukwekkende move dit jaar geweest. Dus voor mij dat ik daarop zet. Ja, Victor. Okay. Ja, ik kijk alleen WB en ja. Ik heb. Ja, ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik blijf toch niet. En ik heb vooral gekeken naar wat ik echt leuk vond, zeg maar, dit jaar. En hoe het gebruikt werd en de dingen daarachter. En ik heb voor de Curveball gekozen. Zeg maar. Oké. Okay. Omdat. Ik denk dat Seth Rollins kan hem zo. Ik denk, het is een hele variabele move. Ik kan hem op veel manieren gebruiken op Steel Step, weet ik wel. Keith Mars in de box. Ja. En wat ik fenomenaal aan vond, dat was voor mij denk ik ook wel heel erg de doorslag gaf, de manier waarop hij het gebruikte tegen Edge. Dat was onder Authority Curveback. Dat vond ik fantastisch. Ja. Echt, het catapulte Seth Rollins voor mij echt naar een top heel. Ja. Echt fantastisch om dat. Zo, en dan ook nog gewoon niet van een Big Show van, oh, oké, ik laat hem nu los, omdat je het gezegd hebt. Ja, I'm gonna kill him anyway, weet je wel. Dat vond ik zo mooi. Ja. Het is jammer dat ze de eerste keer uit de promo package haalden van, dat is er niet in gedaan. Ik vond het misschien dan toch niet helemaal pleasing geweest of zo voor de writers. Maar uiteindelijk zat hij er toch wel in, dus dat is toch wel fijn om te weten dat ze daarmee akkoord zijn gegaan. Maar nee, dat vond ik echt fantastisch. En ik denk dat de RKO toch wel weer een honorable mention is. Maar ik denk dat meer komt voor mij, daarom heb ik nog niet gekozen. Maar ik denk meer door de populariteit van, RKO out of nowhere! Oh ja, nee, weet je wel, al die video-vines erachteraan en de populariteit die achter de RKO zat. Het is wel de meest bekende mainstream movement. Ja, ja het heeft heel veel mainstream attention. Maar, en ik vond sowieso die RKO Dolph Ziggler ook heel mooi. Oh ja, ja, die ja. Maar daarom is het ook niet, want één RKO en eentje uit de Stormblok doe je niks meer. Dus het is niet specifiek dit jaar. Maar leuk dat ze dit jaar, is het wat meer geworden dan het al was. Nee, dat is zo. Oké. Most disgusting promotional tactic. Oh, dat heb ik een hele leuke. Ik ben benieuwd wat jullie gaan hebben. Wat heb jij? Wie is je beurt? Het is jouw beurt. Mijn beurt. Ik heb de schaamteloze promotie van WWE Network. Dat
het ging echt te ver, jongens. Het is duidelijk dat de getalletjes niet waren zoals ze wilden, maar het ging echt te ver. Het ging zo ver dat ze uiteindelijk mensen belachelijk gingen maken die op pay-per-view gingen orderen. Die zeiden van, je moet echt dom zijn als je het op pay-per-view gaat orderen. Het network is zo goedkoper. Maar op een gegeven moment... Hallo? Oké. Okay. Ja, Victor's internet viel eruit. We waren bij de Motorcycle Promotion Technic. Ik vond de WWE Network promotie, dat ze gewoon op een gegeven moment mensen belachelijk gingen maken die het op pay-per-view gingen bestellen. En ook zeg maar dat ze een liedje ervan gingen maken en die 999 bullshit. Het ging gewoon echt te vet. Ik vond het echt gewoon waanzinwekkend om te zien. Ik vond de Motorcycle Custom promotional tactic. Heb ik ook. Okay. Ik heb only 999 WWE Network gedaan. Dus de WWE Network promotion. Ik vond het in principe moeilijk om hier iets mee te zoeken, want ik had zoiets van, moet hieronder bestaan. Er is weinig gebeurd, maar als je dan iets... Ja, de controversieels is niet echt gebeurd, nee. Ze hebben godverdank niks gedaan met die Ultimate Warrior Death. Ik heb gelezen dat 2013 was het de death van Paul Moody uitbuiten ja, of zo. Ja, en ook daarvoor is het Eddie Guerrero geweest, geloof ik. Owen Hart vast. Ja, dat de show van Owen Hart doorging, dat over de jaren 99 doorging. Ja. Dat is, ja, precies. Dus, nou, dit jaar was dit dat jaar niet was heel erg. Ik zat heel eventjes te denken aan misschien het achter de rug om te doen met het ding van CM Punk, zeg maar. Maar dan zou ik ook wel zo van, kan je dat kwalificeren? Dat is niet echt promotional. Nee, precies. Maar daarom zat ik zo van, ik vond het heel moeilijk om hier iets bij te denken. Ik heb uiteindelijk precies. Network, ja. Dus ik heb ook de network. Oké, okay, Brian? Ik had in eerste instantie echt niet echt een keuze, maar nu ik ook de network ga. Okay. Ook had ik hem zelf, maar er is nog die commercials en, ja. en dat gedoe met elke keer in die promo's en in die segments van Authority, dat weer mentionen. En zelfs, het was alweer in 2015, maar zelfs Kevin Nash had op Raw had die ook gedaan. Dus jezus, dat is echt niet normaal. Oké. Worst television show. Pickle. Ik heb SmackDown. Maar ik kijk niet heel veel. Dus je zou het eigenlijk niet meetellen? Nee, eigenlijk moet je niet meetellen. Maar ik heb SmackDown een paar keer gekeken en ik heb geen effect. Oké, okay, Brian? Raw. Ja, ik heb ook Raw. Dus als het een flagship show is en ik wil het niet kijken, dat zegt al meer dan een... Ja. Ja, we hebben het al over Raw gehad. Ja, nou, laten we daar nou niet heel veel moorden mee hebben, nee, maar slechtste match van het jaar. Worst work match En Brian mag beginnen. Wat vind jij de slechtste match van het jaar, Brian? Ik had een match, gaf ik 2 sterren voor. Dat was Cameron tegen Naomi op een Raw ergens. Op een Raw? Ja, op een Raw nog wel. Doe je niet eens de pre-show van Battleground? Van Battleground, dat was een pre-show. Daar waren wij bij, hè, Brian? Oh ja, maar die gaf ik geen min. Ja, nee, dat vond ik ook niet super slecht. Nee. Maar gaf op Raw was het min 2, gaf ik dat. Min 2. Ja, ik vond het echt verschrikkelijk slecht. Oké, okay, weet je nog iets van die match? Volgens mij is er een soort van meme van geworden. Hoe heet die Cameron, hè? Ja, Cameron die ging voor een pinfall, maar er lag Naomi op haar buik. Oh ja! En dan ging Naomi, Cameron ging dat pinnen met haar benen als in een split, zeg maar, op de rug van Naomi. God, ja. Oh, die heb ik niet gezien, maar ik denk dat... Ik wel. Oké, ja, dat klinkt als heel slecht. Ja. Okay. Nou, als je niet eens weet als wrestler op welke kant die moet doen, maar dan, Cameron, wat hij ook wel op die roster doet. Ik heb ook Cameron, maar ik heb tegen AJ Lee op Elimination Chamber. Okay. Dat vond ik echt een waanzinnig slechte match. Ik moet zeggen dat dit jaar niet super veel slechte matches, echt van die super slechte matches zijn geweest. Maar AJ versus Cameron is wel een van de matches die me echt bijstaat. Echt een super sloppy kutmatch. Echt. Ja, dus die van mij. Waar ik verder nog aan kwam net in me op. Cena tegen White op Extreme Rules zou je ook nog kunnen overwegen. Zeg maar, als je niet zozeer kijkt naar wat er uiteindelijk is geworden, maar meer dat het gewoon de twee grote namen zijn. En dan in een steel cage, maar dat ze het zo overboeken en zo. Dus het zou je ook nog een worst work match kunnen doen. Maar goed, wat heb jij, Victor? Ik heb ook Cameron tegen AJ Lee op de Elimination Chamber. Oh, oké. Ja, ik heb er hier heel hard over nagedacht. Maar ik kon niet echt matches vinden. Ik heb de pay-per-view cards nagekeken van mezelf.
van wat er was. Zo van, was er nog echt een match op pay-per-view die ik me echt kan herinneren als super slecht? Nee, dat was echt Cameron tegen AJ. Echt schaamte voor AJ ook, kut voor haar, man. Ja. Zij kan veel beter. En Cameron die heeft een keer, weet nog wel, een keer op NXT, op Total Divas gezegd dat ze terug ging naar NXT. Helaas doet ze dat niet. Misschien kan ze nog wat leren van die Sasha Banks en Charlotte ofzo. Maar okay, goed. Dat was worst work match. Nu de worst feud of the year. Ja, ik ben aan de beurt, hè? Ja. Nee, ik kijk alleen even wat af. Nee, oké, maar ik ben aan de beurt. Slechtste feud van het jaar. Dat, ik vind dat WWE niet... Ja, die heeft wel een paar slechte feuds gehad, maar niet super slecht. Het is meer dat er weinig gebeurde. New Japan, ja, weet niet eens wat een slechte feud is. Ring of Honor, die heeft het jaar wel echt een slechte feud gehad. En dat was Moose tegen Ardy Evans. Ardy Evans had dus een streak, weet je wel. Ja, dat was zo leuk. Maar Moose, dat is zo'n groentje van... die komt dan van voetbal af, maar die kan helemaal niks. En die wordt dan in een super serieuze feud gezet tegen Ardy Evans. Ze hebben een match gehad op Final Battle, de grootste show van het jaar. Je moet je een beetje voorstellen, de grootste show van het jaar heb je twee van die jobbers in zo'n match. Je moet je voorstellen dat Curtis Axel tegen Van Dango of zo, WrestleMania is. Zeg maar zo'n kaliber. Dus die feud die ging nergens over en interesseerde me totaal niet. En ook gewoon qua level van talent wat die twee gasten hebben is totaal niet Ring of Honor waardig. Dus dat vond ik de slechtste feud van het jaar. Vind ik wel? Ik heb meerdere feuds gehad van WWE waarop zoiets had. Die zou ik eventueel worst feud die je kunt noemen. Waaronder hele korte dingetjes zoals Tyson O'Neill tegen Darren Young. Of Batista tegen Alberto Del Rio, wat ook helemaal nergens vroeg. Wat ook zoiets is van, waarom? Ja, dat was ik nog. Ja, nou dat heb ik ook overwogen. Oh, ja. Ik zat zelfs te denken aan Ambrose en de Bunny. Oh, dat ook weer zoiets. Ik denk dat die gaat winnen in de gezicht. Ik denk dat dat hem gaat worden, maar voor mij persoonlijk is het, hoe kan het ook anders, een Divas view. Het is toch voor mij Nikki Bella tegen Brie Bella geworden. Ja. En dat is puur... Ja, dat heb ik bij meerdere mensen gezien. En dat is puur, even heel erg duidelijk maken, dat Adam Rose tegen de Bunny kan een fucking slechte view zijn. Ja. Maar Brie versus Nikki heeft gewoon geen mening meer. Kijk, hoe Adam Rose en de Bunny dit ook gaan afsluiten, het kan onmogelijk slechter dan dit. Want het feit dat je een feud opbouwt over het feit dat je loeit bent op je zus en je wilt vragen of weet ik veel wat ze allemaal wilden. En je wilt af van je zus en vervolgens ben je toch maar weer bij elkaar. Ja, en waarom? En dat want is want wat bloed is sterker dan water. Ja, maar dat dat kan ik echt niet tegen. Dat ik van... Oké, jij bent dus nu 31 dagen lang eigenlijk tussen haakjes mishandeld door je zus. Ja. Maar je maakt het wel weer goed met haar. Ja, precies. Weet je, ik vind het dat echt onzin. Het is als Tim heeft erover gerant in de Survivor Series review. Toen had ik ook al zoiets van, dit gaat nergens over. Puur dat al die segments, dus om die feud zo groot te maken dan dat het is. En dan krijg je dit. Maar ze begonnen beide als face dit jaar. Toen is Nikki heel geturnd en nu is Brie ook gewoon heel. Ja, ze gaan met elkaar mee. Als Nikki straks face wordt, wordt Brie ook weer. Ja, maar... Dat staat los van het feit dat Nikki gewoon goed is in de ring en dat Brie Bella ook goede dingen heeft gedaan, maar dat dit met elkaar gaat dus niet meer beginnen. Nee, ik kan me voorstellen Nikki versus Brie. Oké, Brian, wat heb jij? Ik wil wel zeggen van dat ik Nikki tegen Bella niet zo slecht vond als ik had verwacht, zeg maar, van het moment dat mensen het zeiden. Ik keek het iets later, want ik volgde nog andere dingen tussendoor. Ja. Dus ik dacht van, oh nee, dat gaat niet. Maar ik vond het niet zo, ik heb gewoon, normaal als ik zoiets van heb, dan zou ik het skippen. Maar ik heb die segment niet echt geskipt, dus zo slecht vond ik het niet. Maar, ja, dus wat Victor zegt van, hoe het afgelopen is, die shoot. En gewoon dat ze gewoon weer bij elkaar zijn, dat vind ik dan weer van, ja, what the fuck. Je gaat eerst dat allemaal doen, zeg maar. Je gaat eerst nog, was het op zoek zijn dat Bella, Nikki, screwed, zeg maar, en dan alsnog dat ze weer bij elkaar gaan. Dat vind ik dan ergens van de zonde van de tijd, zeg maar. Want je haalt al die dingen erbij, weet je, van je zusters jaloers en Jerry Springer erbij halen en dat soort dingen, weet je, dan denk je van oké, het mag misschien niet zo heel goed zijn of zo, maar ze doen er wel veel voor die feud. En om het dan zo te eindigen, is dan zonde van al die tijd geweest. Ook al maak je niet of het goed of slecht was, je hebt er veel tijd in gestoken en dan eindigt het zo.
Ja, dat is waarom ik deze op. Dat dit mijn worst feud is, omdat al die andere feuds, hoe slecht ze ook waren, hadden gewoon een einde. Oh ja. En dit was logisch einde. Ja. Ah, logischer dan dit. Ja. Laat het zo zeggen, weet je. Ik bedoel, tijdens O'Neill tegen Darren Young was ook allemaal niks. Maar het was wel klaar nadat tijdens O'Neill Darren Young verzoek. Ja, precies. En zo en, ze, en dit. Nee, precies. En dit was vanaf SummerSlam. En het heeft gewoon tot Survivor Series geduurd. Met gewoon nog een pay-per-view tussenin, waar ze allebei niks deden. Ja. Het feit dat Brie Bella niet interfereerde in die match, stond me al een beetje dwars. Zo van, als je echt aan het feuden bent, waarom doe je dan niet iets in die title match waarin je zus, die je eigenlijk gewoon uit de match gescrewd hebt, die doet er niks mee? Dat vond ik al raar, enigszins een beetje. Dat ik ook dacht, nou kun je ook nog wel iets mee doen. En dan vervolgens heb je die match op Hell in a Cell. Nou, en dan heb je 31 dagen PA en dan... Ja, nu zijn we hier. Weet je, dit is gewoon... Goed, ja. Ik kan van WWE denk ik mee eens. Ja. Goed, mooi. Beste gimmick, Victor. Ja, beste gimmick. Ik heb... ja, het zou niet een hele grote verrassing zijn. Ik heb Stunt Double van Damien Sandow. Oké. Ja, fantastisch, echt. Hoe die het doet, ik weet het niet, maar... Ik kan er elke keer weer gewoon met plezier naar kijken. Al is de tag match nog zo slecht. Gewoon naar midden zou kijken en echt, je hebt een leuk match. Ja, vind ik wel. Brian? Ja, ik vind Sandow als Thunderbolt vond ik erg heel leuk. Dus ik kan dan nog niet echt een andere gimmick nou snel verzinnen. Dus ik ga toch ook voor Sandow. Ja, ik ook, maar ik neem het meer over het hele jaar, zeg maar, dat iedereen na gaat doen. Ja, ook ja. Mm-hmm. Dus zeg maar, gewoon als copycat is Sandow. Yes. Fantastisch. Op welk wel was een of andere strandgast, zeg maar. met zo'n rieten hoedje en dan zo'n witte hemdje en dan zo'n korte boekje. Ja, ja, en op Payback was die iemand van de... Zo'n bekje. Ja, hij is een belangrijke Amerikaanse revolutie iemand. Hij is van alles geweest. Ja. Hij is ook Vince McMahon geweest, vond ik ook leuk. Ja. En Bret Hart. Ja. En Bret Hart is geweest. Precies. En X-Park laatst. Ja, het is zeg maar, hij maakt de matches zoveel leuker met de bus. En het is echt een leuke tag team om naar te kijken. En dan is het ook heel goed. Het is ook mooi te zien dat de universe aanpakt. Ja, dat crowd reaction krijgt. Uiteindelijk is over. Ja, precies. Als je bekijkt naar waar hij vandaan komt, hij bouwt het wel voor zichzelf goed op. Ja. Vanaf Money in the Bank houden, dan verliezen en dan... Ja. Dit, nou, doet hij toch goed. Nee, precies. We hebben de worst major promotion, of worst promotion hebben we overgeslagen, maar we hebben het erover gehad natuurlijk. Beste gimmick, Brian. Beste gimmick. Worst gimmick, sorry. Oh, worst gimmick. Kijk, ik heb, niet dat ik het echt slecht vind of zo, maar ik heb gewoon niks met Bo Dallas. Oké. Ik heb eigenlijk niks. Ik snap wel dat hij positief of zo beter zijn, maar zelfs ben ik ook een positief persoon. Maar gewoon, ik vind echt niks aan. Ik vind niks aan die gast. Ik vind niks aan die gimmick. En gewoon telkens als hij op Raw is of zo, dan skip ik het gewoon echt. Ik vind echt niks aan. Niet dat het per se echt heel slecht is of echt zo van, okay. Waarom geef je hem deze gimmick? Maar gewoon, ik heb er gewoon niks mee. Okay. Voor de rest kan ik nog echt niks vinden. Oké, ik heb de Bunny. Ja. Ja. Ik vind het... Verbaast me niet, eerlijk gezegd. Adam Rose aan het begin vond ik wel enigszins grappig. Ja, dat vond ik. Maar ik vind Bunny in een pak die dan matches heeft, ik vind het belachelijk. Ik had het in de Survivor Series review over dat hij gewoon een match kan hebben. En dan, en dan gasten die... en dan Cesaro die dan in de pre-show zit, weet je. De Bunny, ik vind het... De Bunny, ik schaam me gewoon ervoor. Heb ik geen zo raar vermoeden te krijgen dat de Bunny gaat returnen in de Rumble? Ja, dat weet je. Ja, nee, dat ging niet echt te schrijven. Want hij is al een tijdje op de televisie nog. Ja, hij moet toch nog terugkrijgen. Maar goed. Victor, wat vind jij de slechtste gimmick? Ja, ik heb een andere zelfs. Oh. Ik heb de Bunny niet eens door mij doorgekomen, dat ik het gewoon niet serieus neem. Ja. En ik heb ook niet Bo Dallas, want een Bo Dallas kan ik af en toe gewoon nog lachen, dat vind ik wel leuk. Ik heb Fandango. New and improved Fandango. Ja, dat heb ik ook aan gedacht. Ik denk dat dit van alle nieuwe gimmicks toch echt degene is waaraan ze gewoon niet eens moeten beginnen. Ja, als je kijkt dat hij op. Bij mijn hoofd zegt ook hij had ergens nog die dingen met Summer Rae en Layla. Had hij ergens wie zijn danspartner zou worden. Alsof, who the fuck cares? Weet je?
Kijk, maar de Bunny wordt een beetje te PG voor mijn doen. Ik bedoel, straks loopt iedereen in een konijnenpak. Maar ik neem dat gewoon helemaal niet serieus. Nee, maar ik denk af en toe dat WWE gewoon ons aan het trollen is of zo. Ja, maar Chris Jericho zei dat ook. Dat Fandango echt een one-hit wonder is. En ja. dat je maar zo weinig kan doen met een ballroom dancer gimmick. Zeg maar, ja. Die WrestleMania die was dan leuk, maar verder kun je er heel weinig mee. Misschien was het ook niet veel beter. En dus, ja, ik kan begrijpen van dan ook. Ik heb hem ook overwogen. Nou. Ja, ik heb de Bunny wel gekeken. Voor de rest, ja, kan niet echt iets waar ze van shirts hebben. Nou, okay. Zeg maar. Dan de laatste twee awards, boek en DVD. Ja, dat gaat dus om boeken en DVD's die dit jaar zijn uitgekomen. Dus niet zozeer die ik dit jaar heb gelezen. Ik heb geen boek gelezen die dit jaar is uitgekomen. Ik ook niet. Ik heb wel een DVD gekeken die dit jaar is uitgekomen. Dat is die van Paul Heyman, dus dat is automatisch het beste. Ja, eens. Al wil ik wel zeggen dat de DVD van Paul Heyman wel gewoon echt heel goed was. Ik denk dat ik minder onder indruk was dan anderen. Ik vond de documentaire wel leuk, maar ik vond hem niet super speciaal. Het was gewoon een leuke DVD, maar niks super bijzonders. Dus dat is het voor mij. Vond ik wel. Ik ken ook niet heel veel van Heyman. Ik wist dat hij ECW gerund had en dat soort dingen. En sowieso, ik ben ontzettend fan van documentaires. Ik hou daarvan, kan ik echt heel veel naar kijken. Ja, ik ook. Ik heb hem geloof ik ook al 3 keer gezien. Ja, maar gewoon omdat ik dan, als ik hem 1 keer kijk, dan is het omdat ik hem leuk vind en dan ga ik kijken. Zeg maar, en dan slaag ik nog niet zo heel veel op en dan ga ik de 2e keer kijken en dan zeg ik, oh ja. En de ene lijn uit die DVD die me nog steeds te boven komt is, hoe heet die announcer Joey Styles, geloof ik? Ja. Joey Styles die het heeft over de allereerste episode van ECW op Sci-Fi. Ja. Weet je nog hoe hij dat zegt? Ik vind dat zo memorabel hoe hij dat zegt. Ja. Hij zei van, WWE's version of ECW sucked. Ja. It sucked from the very beginning, zo zegt hij dat. Zo mooi. En dan zie je die zombie lopen en denk je van, ja, ik snap wat je bedoelt. Ik hoef niet eens te kijken. Ja. Brian, heb jij een boek, DVD gecheckt van Tevin? Geen boek, maar wel een DVD, dat is veel ook wat mooier. Ja. Oké, en wat vond je daarvan? Ja, ik vond het ik vond echt een leuke documentaire. Ook gewoon puur gewoon dat je het zag van, je had een paar dingen van, dan zit hij daar en dan vertelt hij over zijn verleden, maar je ziet ook dingen van zijn periode dat hij weer terug naar de W komt, zeg maar. Zit hij in een limousine, zit hij te praten over bepaalde mensen. Dus het was niet alleen zo van, dan zit hij daar en dan praat hij over zijn verleden. Het was ook gewoon tijdens het moment zelf dat hij returnde naar de W, weet je, met die... Want hij was 18 jaar weg, weet je, dus. Ja. Dus dat is wel iets, zeg maar. Dus dan gebeurt dingen. En dan zie je ook wel eens gewoon tussendoor in een limousine of ergens in een office van Triple H of zo. Dan zie je hem daar ook een beetje te hebben over zijn carrière, zeg maar. Dus dat was ook leuk. Ja. Heb jij, even tussendoor, als we het toch over Warrior hebben, heb jij ook die network special van hem gezien? Ja, dat, ja. Want de WWE heeft een special uitgebracht over zijn WrestleMania weekend. Ja, ja. Ze hebben hem gewoon de hele dag, met hele weekend Hogan, gevolgd. Met Vince. Met Hogan en met Vince. En, dat heb ik ook gezien. En met Triple H en zijn... Het is heel leuk om te kijken, want je ziet hoe... Want je hoorde heel veel dat Hogan had excuses aangeboden, zeg maar, aan Warrior. Ja. En dat hebben ze vastgelegd. Ja. Dat hebben ze dus gewoon gefilmd. Dat is heel mooi om te zien. Heel mooi. Ik heb hem gezien nadat... Ja, natuurlijk nadat hij overleden was. En ik vond het echt heel mooi. Ja. Mooi gedaan hoe ze dat gedaan hebben. Echt kudos. Oké. Okay. Ja. Dat waren alle awards. We zijn 3 uur verder en we hebben ze allemaal gehad. Nou, bedankt Victor, bedankt Brian. Graag gedaan. Voor jullie moeite. Ja, en ik wil mensen vooral aansporen om gewoon, als ze deze kijken, in de reacties laten weten of ze het met ons eens zijn. Ja. En anders ga lekker in discussie. Hou ervan. Toch? Prima. Goed. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.